Theo, welkom in de uitzending. Ja, dat is, uh, het is mooi om hier te zijn op deze prachtige maandagochtend uh, aan het begin van de lente. Precies, ja, ja. want daar hadden we het eigenlijk net al over dat uh, ja, de, de lente is begonnen, um, en uh, de vogeltjes zingen hun lied. Ja. En voordat we daar alweer een mooi verhaal van gaan maken, want jij bent uh, storyteller. Ja. En nu, heb ik, uh, nu ga ik de eerste vraag stelen van op advies van jou. Mm -hmm. Want je zegt, als je een mooi verhaal wilt ontketenen, is een mooie beginvraag. Hoe is het idee ontstaan om storyteller te worden? Ja, dat, 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 en dat weet ik dan ook nog van de storyteller. Het idee om storyteller te worden, dat kent, uh, het kent verschillende scènes. Maar misschien begint het wel op een vliegveld in Canada... Waar ik voor de terugvlucht uh, uh, van de vlucht, ik was op huwelijksreis. En op de terugvlucht dacht ik van, ik moet nu een boek lezen en dat moet het boek worden waarmee ik uh, uh, ga werken aan mijn toekomst. En dat werd, gek genoeg, How to Write a Novel van ene meneer Marshall. En uh, dat, was, dat was september 2001, dat was een week voor nou ja, dat alles gebeurde in, uh, in Amerika. 9-11. En een maand later begon ik bij, uh, bij een communicatiebureau in Rotterdam, bureau uh, Bikker. En het leuke was, als je daar als senior adviseur binnenkwam, dan moest je iets doen wat ze daar nog niet konden. Dus je kreeg een buddy en die buddy vroeg van wat ga jij bij ons doen? Ja. En ik zei, ik wil wel iets doen met uh, communicatie en verhalen. En hij zei van nou, dat lijkt me heel leuk. Zijn daar opleidingen voor? Ik zei, nou, niet dat ik weet, uh, maar ik ga wel wat rondkijken. Hij zei van prima, als jij gaat uh, werken aan die opleiding, dan ga ik gewoon klanten scoren en dan gaan we wel kijken wat er gebeurt. En zo is het begonnen. Zo is het echt o, is begonnen. Letterlijk. O, maar dat vind ik al bijzonder. Je zit in het vliegtuig terug naar huis. Ja. En dan het idee, ik ga nu een boek lezen. En het gaat impact hebben op wat ik daarna ga doen. Ja, dat is, een, dat, dat is het wonderlijke. Ook überhaupt het feit dat je... Het was, het was op het vliegtuig van Calgary. Dat is niet zo groot. Dus de boekenshop was ook niet zo groot. Dus het aantal boeken wat er stond, dus ook uit is beperkt. En ja. uiteindelijk How to Writer Successful Novel, zo heette het volgens mij. Dat boek is het geworden. En nog los van dat daar van alles in stond, dacht ik wel van ja, eigenlijk iets met schrijven en iets met verhalen. En dat lijkt me geweldig. En ik, ik had toen al ge, uh, getekend bij Bikker, maar ik wist niet dat ze daar inderdaad iets hadden van. Nou ja, en als je dan bij ons komt, dan moet je iets kunnen wat we nog niet kunnen. Precies. Wat ik op zichzelf een, een, een nog steeds een heel Traalte inspirerend, vragen. een heel inspirerend initiatief vind. Ja. 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 Dus fast forward bij Bikker. Ja. Wat voor antwoord gaf je toen, toen hij dus vroeg... Uh, ik, nou, hoor, wat nou wat iets, met, iets met communicatie en verhalen lijkt me leuk. Daarna ben ik inderdaad gaan zoeken naar, uh, naar een opleiding. Maar dat werd al gauw gewoon een, een schrijfcursus in Amsterdam... bij Script Plus. En uh, binnen de kortste keren uh, uh, kwam hij met de Sociale Verzekeringsbank... en hij zei van, nou, ga daar het verhaal maar voor schrijven. En daarna de TU Delft. En ga daar het verhaal, maar voor die eerste verhalen, zeker die van de TU Delft, dat was afschuwelijk. Ja? Dat was helemaal slecht, dat Want? was helemaal niet goed. Uh, eerlijk gezegd wist ik nog niet zo heel goed wat een corporate story nou moest zijn, behalve dat ik dacht van nou je schrijft iets op over de organisatie en je maakt er een mooi verhaal van en het, het, het mag iets van verwondering hebben en mag zelfs iets van sprookjes hebben. En ik weet nog, ik kwam met die eerste versie naar de communicatieafdeling van Delft en ik... ik, 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 ik moest ik dan twee mensen van die afdeling presenteren. En ik las het voor en het was klaar. En die mensen die keken me aan en daarna keken ze elkaar aan. En toen begon de eerste, en dat weet ik ook nog heel goed, met van, ik weet niet hoe we je dit moeten zeggen. En toen wist ik de rest eigenlijk al, snap je? Vaak geen goed nieuws. Dat, nee, dat was, dat was zeker geen goed nieuws. Uh, uiteindelijk is het met de, volgens mij met de TU, de TU ook nooit meer goed gekomen. Met de SVB wel en langzaam maar zeker werd ik er steeds beter in. Corporate storyteller, ja. dat is uiteindelijk wat het werd, ja. hoe het zich ontwikkelde. Ja. En nu kan ik me voorstellen dat dan uh, mensen luisteren en ik een corporate storyteller, wat is het nut van een corporate storyteller? Ja, het nut van een corporate storyteller is waarschijnlijk niet zo groot, maar het nut van het hebben van een corporate story mm -hmm. van je bedrijf is wel heel groot. Het, het, het verhaal wat vertelt wie je bent waar je voor staat en waar je voor gaat. Het verhaal wat, wat, wat lijnen trekt tussen het verleden... tussen het ontstaan van de club en de toekomst. Omdat je uiteindelijk ook weet dat daar waar je ooit begonnen bent... dat dat op de een of andere manier nog steeds doorklinkt... in dat wat je vandaag doet. En wij zeggen altijd heel erg dat als, 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 als mensen van hun padje af zijn... dat ze weer terug moeten naar, naar hun wortels. Nou, heel veel organisaties die kennen die wortels niet eens... En wil jij waarachtig communiceren met, uh, met je stakeholders... wil je goed omgaan met je klanten... wil je een goede werkgever zijn voor je medewerkers... wil je, uh, wil je bezielend inspirerend zijn uh, richting de markt... dan kan het zeker geen kwaad om, uh, om jouw eigen verhaal goed te kennen. En dat ook vol verven en trots te kunnen vertellen. Ja, precies. En een corporate storyteller helpt je om dat verhaal te vinden... te herontdekken en het te vertellen. Ja. Mooi, want je ziet, hè, een bedrijf zonder missie heeft geen bestaansrecht, zou je Absoluut. kunnen zeggen. Dus je hebt een missie, je hebt een visie, je hebt een paar kernwaardes. Tot zover niets nieuws. Maar ja. dan het verhaal, wat dus als misschien de, de lijn vormt tussen Schies. al die facetten. En, en laten we eerlijk zeggen, zelfs een missie. Als ik in de training vraag: Nou jongens, wat is de missie van jullie bedrijf? Mm -hmm. Dan volgt er vaak een ijzige stilte. En dan denk ik, oeh, als dat de backbone is van je organisatie en mensen hebben eigenlijk geen idee, hoe, hoe komt dat? Hoe komt dat dat die plank zo vaak uh, ja, mis wordt geslagen? Omdat uh, heel veel organisaties, denk ik, niet uh, scherp durven te zijn in waar ze op uit zijn. Uh, uh, bovendien, iedere kwartaal of ieder jaar uh, hun missie bijstellen. Of ineens merken in de organisatie... goh, we hebben wat te weinig initiatiefrijke mensen... laten we de kernwaarde ondernemend er maar weer eens aan plakken. En voor je het weet wordt dan de kernwaarde... en een heel kernwaardeprogramma over ondernemerschap neergezet. Terwijl het niet in de vezels zit van de club... en niet in de vezels van de mensen. En heel veel mensen, en ik denk ook zeker uh, heel veel millennials... kijken in eerste instantie ook heel erg goed van... wat wil ik? Bij welk bedrijf voel ik me zo wat zijn mijn waarden? Wat is mijn missie? Mm -hmm. uh, en, als dat, en als jij als organisatie daar zelf een beetje vaag in bent, of een beetje Amerikaans transacties in bent, of je hebt wat woorden achter elkaar gezet, maar ze leven niet, ze hebben geen mm -hmm. betekenis. Ja dan denk je ook al gauw van ja, wat is, de, wat is de missie van mijn bedrijf? Joh, het zal allemaal wel. Ik moet gewoon goed werken en presteren en mijn doelstellingen halen. Die weten ze vaak wel. En de KPI's. Als ik er invloed op heb. Maar de missie, ach, het, het zal allemaal wel meevallen. En tegenwoordig hebben we natuurlijk het purpose. Wat een soort overtreffende trap is van missie. Mm -hmm. Maar ook daar zie je vaak dat, dat er, het, is het, is, het is er aangeplakt is. Het is ineens bedacht. Vaak door mensen buiten. En het wordt er opgeplakt. Het heeft geen enkele connotatie met waar de club ooit voor stond. Uh, ja, en dan, dan, wordt het, dan wordt het een kunstje. Dan werkt het niet en dan, dan voel je ook, dan resoneert het niet, dan zijn er ook weinig mensen die het verder willen brengen. Of die in het verlengde van die missie, of in het verlengde van die visie, of uh, die het verhaal achter de waarden nog kennen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, dan wordt het betekenisloos. En verhalen geven betekenis aan missie, aan visie en aan waarde. Ja, precies. En je noemt daar eigenlijk al twee dingen. Je noemt daar enerzijds het individu, ieder individu zou als het ware al een ja. missie. Uh, mogen hebben ja. en ik, ik ben ik sta daar 100% ja. achter natuurlijk, ja. Uh, maar zelfs dat is, is ondanks dat millennials dat dan belangrijk zouden vinden. Ik kom er genoeg tegen die zeggen waar, dus ja, uh, ik, ik nooit over nagedacht eigenlijk. Nee, en ik kan me dus ook voorstellen als ik niet weet wat belangrijk is, ja, dan, dan kan ik dat dus ook niet eiken of herlijnen met het bedrijf waar ik werk. precies dus ik stap maar gewoon in omdat beroep me leuk lijkt... of omdat uh, de euro's... Uh, ja. uh, uh, goed zijn. Ja. Uh, of een andere reden. Uh, daar waar, dus, waar ik je dus ook hoor zeggen... er zit een gedeelde verantwoordelijkheid. Hoe beter het individu weet wat hij belangrijk vindt... hoe beter die weet welk bedrijf aansluiting vindt. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat beide partijen... eerst kleur moeten bekennen. Of zo. Ja. Om, die, uh, uh, om die connectie... echt goed te kunnen maken. Ja, maar, dat, maar dat klopt. En... Dat is ook het hele, het hele punt. En ik denk dat, dat mensen hun waarden... Ik weet ook niet of ik mijn kernwaarden nou echt ken. De waardes leer je kennen op momenten dat het ertoe doet. En dat jij keuzes maakt waarvan je achteraf zegt van... oh, dus, dus dat doe ik blijkbaar onder druk. Dan leer je echt je, je kernwaarden ja. kennen. Dat is blijkbaar een reactie. Uh, maar voor, een, voor het, het hebben van een missie... Uh, heel veel mensen gaan heel opportunistisch erin. Het staat goed op mijn cv. Ik ga hier werken en dan zie ik wel hoe ver ik kom, want ja. dat staat goed op mijn cv. Dat kan, dat kan, maar in feite stel je dan uh, uh, het, 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 het leven van je eigen leven een stukje uit. Nou, en je kan en dan, dan zeggen, op... ja, maar ik, 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 ik doe ervaring op. Nou, Oké, okay. vooruit. Je stelt als het ware het leven van je eigen leven een ja. stukje uit. Ja. Die, die moet je even toelichten. Ja, nou, letterlijk, je doet op dat moment nog niet uh, wat voor jou betekenisvol is. En, en er zijn heel veel mensen die zeggen: Ooit op een dag ga ik iets doen. Wat betekenis waarvan, ik, heeft. waarvan ik zeker weet dat dat werkelijk voor mij diepe betekenis heeft. Nu nog even niet. Nu moet ik eerst en dan geld verdienen. Of voor het gezin zorgen. Of voor de kinderen moeten in het huis uit. Het ja. dus uitstellen, 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 uitstellen. Maar dat bekend moment, dat, ja, dat, 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 dat kun je maar beter heel vroeg hebben. Want daarna kun je, uh, heb je veel meer tijd om te doen wat jij denkt dat van belang is. En het, 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 het gekke is, eigenlijk is dat voor organisaties ook zo. Alleen daar zitten nog wat, die maken het voor zichzelf nog iets complexer. Hoewel mensen misschien ook. Er zit nog een hele systeemwereld omheen. Er zitten aandeelhouders omheen. Dat, en, en, en die leggen ook hun eisen op. Als het gaat om rendement, als het gaat om presteren. Als het gaat om uh, performance, als het gaat om marktaandelen. Als het gaat om goed werknemerschap, en voor je het weet ben je meer bezig met het vervullen van de KPI's dan met het volbrengen van je missie. Ja, is echt heel gek. Ja, en je zei, uh, wat mij triggerde, is dat je een keer zei, nou als je PowerPoint moe bent, dan uh, ben ik je man. Mm -hmm. uh, dan gaan we kijken hoe het anders kan. Mm -hmm. uh, nou, dan ben ik nieuwsgierig. Dus misschien is het wel tof om toch al een concreet, misschien kun je ons meenemen een concreet voorbeeld van zo'n dus bedrijf wat hiermee worstelt. Uh -huh. um, en dan dus zegt van, joh, uh, we hebben een keer een externe ingevlogen. Uh, die heeft uh, dat missie uh, bedacht, zoals je dat net zelf schetste. Hè, dat het vaak ook nog eens van buiten afkomt. Uh -huh. uh, nou, we hebben dat erop geplakt. Werkt niet helemaal. Uh -huh. Nu gaan we weer een in externe invliegen. Maar uh -huh. die gaan ons helpen hoe het wel moet. Uh, ja, nou, het, een, een, een voorbeeld. En de, 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 de naam van de klant doet er niet toe. Maar wat je heel vaak ziet is dat vaak een, een directieteam als geheel... dus een, een, een raad van bestuur, een directieteam... die staan onder grote prestatiedruk. Van aandeelhouders, van uh, in dit geval franchise um, En die bekennen dan ook naar elkaar niet meer... Wat, waar het nou eigenlijk om te doen is. Ze weten vaag van we willen... we zijn de grootste, maar we willen ook de beste zijn. En ieder heeft zo zijn eigen maniertje om dat te worden... en ze communiceren hmm. nauwelijks nog met elkaar... Nou, wat storytelling op dat moment doet, is die mensen vanuit hun persoonlijke waarde, vanuit hun persoonlijke professionaliteit en expertise, weer hun verhaal laten vertellen wat nou werkelijk van belang is. Mm -hmm. En wat dan ineens ontstaat, is dat in die groep, dat is een groep van acht mensen, dat er ineens een overstijgend belang wordt herontdekt. Van, van waarom doen we dit eigenlijk? De club bestaat inmiddels, inmiddels bijna 50 jaar. Toen bestonden ze net iets meer dan 45 jaar. Het mooie is dat op het moment dat mensen elkaar hun verhaal vertellen, het weer waarachtig en werkelijk wordt. Het krijgt ineens weer betekenis. En op dat moment snappen ze waarom ze in discussies altijd zo hoekig anders in elkaar zaten. Mm -hmm. Omdat ze ineens de achtergronden van die standpunten en die, uh, en die betekenis krijgen. Nou, als je dat aan de voorkant doet van een visietraject, je laat mensen dus eerst elkaar vertellen wat belangrijk is. En je gaat dan met die mensen een visietraject in, dan wordt het bijna door het anekdotische begin al een doorleefde visie. Dan gaan ze van elkaar geven en van elkaar nemen. Ja. En dan krijg je ineens wat ik, wat ik zelf altijd noem een bezielde, een, een, een bezielde visie en missie. Nou, het leuke is, dat traject heb ik met die klant in 2000, eind 2016, begin 2017 gedaan. We zijn nu in 2019 en er moet een hele grote reorganisatie gebeuren. Mm -hmm. En van dat directieteam zijn er van de acht misschien nog vijf over. En er zijn inmiddels drie anderen. En de, en de, en de prioriteiten zijn anders en noem maar op. Ja. En zij vroegen mij van we moeten, we moeten kijken, want we moeten dinsdag voor de troepen en we moeten echt een verhaal hebben. Ik zei van uh, pak het visieverhaal maar. En ze zeiden we ja, nee maar dat verhaal dat, dat, dat is drie jaar oud, dat heeft geen zin meer. We moeten, we moeten verder kijken. Zij van, nee, pak het visieverhaal maar. Het enige wat we nu hebben hoeven doen in een, in, een, in, een, in een sessie van ik denk twee uur, is kijken wat er in dat visieverhaal geactualiseerd is, welke stappen we inmiddels gezet hebben en welke stappen we nog te zetten hebben. Maar 95% van dat visieverhaal dat stond nog steeds overeind. En dat gaf ze op de een of andere manier zoveel rust, hmm. zoveel, houvast weer. Mm -hmm. Dat ze nu, en dat is dan morgen. Met veel meer uh, energie voor die groep kunnen gaan staan. Ja, het, het, heeft wein... weer, het, heeft weer, het heeft weer een soort context gekregen. Ja. En we waren bang door die reorganisatie. Het alles, alles, alles weer anders. Alles, 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 alles weer opnieuw. Alles en weer en anders. eigenlijk valt dat, als je dus kijkt naar de identiteit van een bedrijf, valt dat wel mee. Valt dat mee. Nee, en context en het is, is anders. En, en, uh. alles, en het is ook. Het is, een, het is een hele grote verandering voor die club. Ik kan. Ik, het is een hele grote verandering. Mm -hmm. Ze worden alleen al in werknemers. Dat kan ik er dan nog wel over vertellen. Gaan ze van 300 naar 5000 medewerkers. In Zo. één keer. Maar de visie verandert niet. En, en volgens mij zit daar het geheim van, van het hebben van een verhaal. Wat er ook op je pad komt. Hoe erg het ook wordt. Hoe groot de verandering ook is. Je weet waar je uit wil komen. En door daar steeds op te blijven hameren, uh, kom je er ook. Ja, dat, is, dat, is eigenlijk het, dat is eigenlijk het punt. En je zegt, dat begon dus, dat ontstond dus doordat acht uh, managers en directeurs. Ja, geval, acht, acht Directeuren, directeuren ja. bij elkaar zaten en elkaar vertelden wat ze echt belangrijk vonden. Ja, voor de club, voor de, de club. Voor de club. Ja, ja. En wat voor vragen stel jij dan, waardoor zij ook zelf. Bij dat vlammetje komen, bij dat vuurtje komen, waar ze zeggen: ja, hier gaat het mij om. Heel simpel. En, en zeker in dit geval, het is een vrij operationele club. Dus dat, dat is heel simpel: wat moet er volgens jou gebeuren? Dat, is, nou, dat heeft iedereen altijd paraat, want je bent niet voor niets directeur. Je weet wat er volgens jou moet gebeuren. Ja. Maar dan komt de moeilijke vraag: waarom moet dat gebeuren? Mm -hmm. En dan komt er een soort waardeachtig. Waarom hij of zij vindt dat dat belangrijk is voor de tent. Dan komt er een soort, een soort verklaring daarvan. En dan vraag je en waarom is dat belangrijk? En dan kom je op een soort waardeniveau. Mm -hmm. en, en op het moment dat je op dat niveau zit, kun je met mensen gaan praten. Dan gaat het ineens niet meer over de tent, maar dan gaat het over wat belangrijk is uh, in het voortbestaan van die organisatie. Wat belangrijk ja. is in uh, hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Wat belangrijk is hoe je moet reageren op. Enorme verschuivingen. Ik zei al, het is een retailer. Enorme verschuivingen. Dat, ik bedoel, we, zien ze, we zien ze ongeveer iedere week omvallen: retailketens. Ja. Hoe ga je dat te lijf? Hoe ga je daarmee om? En wat betekent dat niet alleen voor je operatie, maar ook voor het zijn van een werkgever uh, en voor het zijn van uh, een directeur van zo'n club? Nou, als je dat in singles eerst gedaan hebt. En je laat ze daarna in een sessie van een dag die verhalen aan elkaar vertellen. Gewoon de verhalen over hoe zij de toekomst zien, waarom ze die toekomst zien en waarom ze het waarom van die toekomst zien. Dan kun je een gesprek hebben en dan hoef je bijna niets meer te modereren. Over oké, okay, wat, wat gaan we doen? Wat is belangrijker dan wat? Welke dilemma's hebben we dan op te lossen? Uitdagingen zijn de uitdagingen. Die haal je bijna uit de omgeving. Maar de dilemma's, de principiële keuzes die je moet maken, die haal je uit dat soort gesprekken. Ja. En die komen dan vanzelf naar, naar boven toe. En dat zijn worstelingen. En in verhalen worstelen personages altijd met, 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 met zaken. Uh, en in verhalen mogen ze er zijn. Maar op de een of andere manier hebben wij bedacht dat leiders hun dilemma's bijna niet mogen delen. Hmm. Die moeten keuzes maken. Dat, daar worden ze voor betaald. Daar krijgen ze tonnen voor om de juiste keuzes, te, de juiste keuzes ook, vooral nog dat. Dus er maar, zit een overtuiging dat de leiders het wel weten. Of, het moeten, weten. Of, of daar moeten ze, weten, daar worden ze voor betaald. Uh, en niet kwetsbaar mogen zijn. Precies, precies. En die, en die onantastbaarheid, dat maakt ook dat ze steeds massiever en steeds feitelijker. En steeds op feiten en cijfers gebaseerd gaan communiceren. Op marktonderzoek, op, niet op aannames. Maar ook, ook, ook nog wel op aannames trouwens. Maar vooral niet vanuit hun binnenste. Vanuit wat. wat wat als ze heel goed naar zichzelf zouden luisteren, ze het liefst zouden doen. Dat vertellen ze niet. Dus wat je krijgt is de context en de keuze. En wat je mist is de gebeurtenis waarin die keuze ontstaat. Ja. En storytelling zorgt ervoor dat juist dat stukje in het verhaal dat dat naar boven komt. En dat daar het ware, ja, zeg maar, de menselijke maat terugkomt in het nemen van soms hele lastige keuzes. En een reorganisatie is altijd er eentje die gepaard gaat met, uh, met, 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 met ontslagen, met onzekerheid, met doen maar op. Nou, als je dat heel hard brengt, uh, ja, slecht nieuws moet je snel en hard brengen. Maar uh, daarna mogen mededogen en menselijkheid uh, absoluut een rol spelen. Ja. En dat zijn we een beetje verleerd. En zeker in Nederland als leiders. We, zijn er, we, we zitten daar vrij strak in. En je, je noemt dus al één hindernis, zou je kunnen zeggen. En dat is die overtuiging die we van leiders hebben. Of dat ja. nou van onderop, van boven wordt verwacht. of dat de aandeelhouders zeggen van ja. En, en ik, ik wil gewoon dat je een eenduidig, strak verhaal vertelt. Ja, ja. Of waar het ook zit. In de leider zelf wellicht. Wat zijn nog. Want het klinkt zo oogenschijnlijk zo eenvoudig. Hè? Wat mm. maakt het dan toch zo moeilijk? Uh, wat zijn de oude momenten die mensen ervaren. waardoor ze het toch niet doen? Omdat het heel. Uh... Het is heel uh, moedig om je kwetsbaar op te stellen. En het is veel makkelijker om je uh, achter feiten en cijfers uh, te verschuilen. Want dan hoef ik jou niet te zien. Dan zeg je gewoon van nou, ik heb naar de cijfers gekeken, ik heb naar de feiten gekeken. En op basis daarvan heb ik besloten om dit en dit te gaan doen. Ik ben gewoon een coole, pragmatische leider. Prima gedaan. Niks mis mee. Ja. En als je er vragen op krijgt, dan zeg je ja, ik, ik spreek niet de cijfers spreken. Hm. Het moeilijke is dat als je jezelf daar op die plaats zet, uh, je dan ook verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. Nu kun je eigenlijk zeggen: de cijfers zijn min of meer verantwoordelijk voor de keuzes. En ik als leider kan niet anders doen dan op basis van de cijfers de juiste keuze maken. Op het moment dat je waar leiderschap toont, ben je ook verantwoordelijk voor de gevolgen van die keuzes. Ja. Yeah. Heb je uh, 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 misschien wel last van, <laughs> van je geweten? Heb je misschien wel last van het gevoel dat je mensen achterlaat die je het liefst niet achter zou willen laten? En uh, dat is heel lastig, want dan heb je er ineens twintig problemen bij, zal ik maar zeggen. Ja, nou, dat is één van de redenen. Ik denk dat er nog een reden is. Ik denk dat het ons ook aangeleerd is. Ook als je kijkt naar hoe, hoe wij in de media uh, 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 onze leiders bevragen, altijd kritisch, altijd cynisch. Uh, dat ze dat ook heel erg het murf heeft gemaakt om die menselijkheid te laten zien. Omdat menselijkheid vaak wordt afgedaan als uh, ja, maar daar trappen wij niet in. Dat, uh, kom op, uh, uh, we verwachten van jou gewoon dat je, uh, dat, je, dat je de juiste beslissing hebt genomen. Yeah. Dat je daarachter staat, dat je daar niet aan twijfelt. Al die menselijkheid die wordt er als het ware uitgezaagd. Yeah. Dus het wordt ons ook een beetje, een beetje afgeleerd om dat te doen. En dat uh, mensen dus voor een uh, camera of voor een publiek uh, de cijfers, als ze het niet paraat hebben, worden ze er ook op afgestraft. Ja, dan, worden ze, dan worden ze erop afgestraft. afgestraft. Uh, en de, het, het, het toont een soort wankelmoedigheid. Het, 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 het kunnen blijven hangen in een dilemma, het niet weten, is, uh, uh, ja, dat, dat wordt niet gezien als sterk leiderschap. Terwijl als je nadenkt over de grote vraagstukken, als je nadenkt over het klimaat... Crisis. Als je nadenkt over de energietransitie, als je nadenkt, nou ja, noem ze maar op, de vluchtelingen, het vluchtelingenproblematiek, daar zijn geen pasklare antwoorden voor. Nee. De, de problemen zijn zo complex geworden dat het niet anders kan als dat je daar op een andere manier over praat, dan dat je daarover praat van, nou ik heb erover nagedacht, we bouwen een hek om Nederland en we laten gewoon geen vreemdelingen meer toe, behalve degene die wij denken nodig te hebben. Nou dan heb je het inderdaad opgelost. En dat klinkt voor een bepaald deel niet goed, maar iedereen die er iets langer over nadenkt, denkt van ja, maar dit klopt niet. Het ligt veel genuanceerder. Het ligt, het, het ligt genuanceerder, het ligt vooral menselijker. Ja. En, dat, en, en ik denk dat die menselijkheid, dat verhalen en menselijkheid, verhalen brengen de menselijke maat naar boven. En ook bij leiders, ook in tijden van verandering, uh, uh, mag onzekerheid er juist wel zijn. Uh, en wat we het liefst willen is dat die onzekere periode zo snel mogelijk weg is. En wij denken dan dat een plan, een plan van aanpak, een veranderplan, dat dat de oplossing biedt. Maar dat neemt de twijfels niet weg, ook bij die leiders niet. Ik denk dat als je, als je nadenkt, we hebben, in het vorige hadden we het heel even over. Verplaats je even tien seconden in het hoofd, of kruip even tien seconden in het hoofd van Theresa May op mm -hmm. dit moment. Dan gaat het maar doen. Ja, ik. ik ik weet niet wat jij zou doen als je, als je op dit moment de prime minister van Groot-Brittannië was. Maar ik zou denk ik al vijftig keer hebben gezegd van joh, ik kap er mee. Ja. <laughs> dit, dit, dit is niet te doen. Ja. Nou, dat, dat, dat kan niet. Ja, los, van, los van ons standpunt. Maar, nee, los, los van het standpunt. Ja, precies, het is Het is gewoon wel respect is, voor haar. Het is niet haar. te doen. Volhardendheid ja. om gewoon een koers te bepalen. En ja. wat er dan ook gebeurt, ook als die koers haar eigenlijk gewoon een soort afgrond is. Ja. Ja, ik durf er ook geen mening over nee. te vormen, want hoe meer ik erover weet, hoe minder ik weet. Ja. Hoe genuanceerder het ligt. Ja. Uh, ja. Dus, ja dus maar daar, maar daar is respect voor. Als je, ik zou niet willen ruilen. Nee, nee dat is, en dat heb ik met, met heel veel, um, ook natuurlijk heel veel bestuurders meegemaakt en gezien en hun verhalen gehoord. Die mensen die zetten er, er een stuk menselijker in als dat ze soms uh, voor de bühne laten zien. Ja. Wie is volgens jou een, een mooi voorbeeld van een inspirerend leider? Ja, ja dat, dat, dat is zo... Lastig om dat... Uh, ja, dat vind ik wel. Ik, de want voor je het weet kom je natuurlijk weer uit bij Fijkers-Siebesma... en kom je weer uit bij Paul Polman... tot het moment dat hij het sms'je stuurde aan Mark Rutte. Uh, voor je het weet kom je uit bij Mark Rutte zelf... omdat hij eigenlijk best wel een goede... Uh, een goede premier is, of het nou je kleur is of niet. Maar ik denk vaak aan, aan, aan de kleine start-ups... Uh, die met een, met, een, met een goed idee beginnen. Uh, en die alles uit de kast trekken om dat overeind te trekken. Dat zijn, en of het nou goede bestuurders zijn of niet... of het nou goede leiders zijn of niet, maar ze doen hun ding. En ze zijn hartstochtelijk overtuigd... dat wat er ook verder op hun pad komt... Ze gaan dat ding doen. Ja. En volgens mij is dat... Uh, volgens mij is dat het begin van leiderschap. En ik heb, ik heb veel start-ups voor, voor, voor het laatste boek... de Wow Starts nou geïnterviewd. En wat mij opviel in die mensen is... ze hebben een doorzettingsvermogen wat heel groot is. Dus er komt tegenslag, er komt altijd tegenslag. En ze draaien zich eruit of ze weten het om te draaien... of ze weten het weer op te lossen en ze gaan weer door... Of ze Hulp in of ze weten wel een financier mee te krijgen of ze, ze blijven het verhaal voortleven. Ja, dus als je het dan hebt over het woord bezieling, dat noemde je al eerder. Ja, ze doen de dingen in ieder geval met bezieling. Ze zijn ze hebben een ze hebben een missie. Ja, ze weten wat ze aan het wat ze willen bereiken en dat kan. Het kan, het kan uh, 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 wereldoverstijgend zijn. Het kan heel klein zijn. Maar er zit altijd een soort diepere laag onder die maakt dat ze niet willen opgeven. En, ik, en, en of het dan goede bestuurders is. Ik ken, ik ken een, een burgemeester ergens hier in Nederland. die, dat vind ik een prachtbestuurder. Maar waarom vind ik het een prachtbestuurder? Omdat hij zo vreselijk pragmatisch is. En op het juiste moment precies de dingen weten te doen. waardoor hij de menselijke maat weet te raken. Maar dat. Ja, en ik bedoel. Ik kan Eberhard van der Laan een geweldig burgemeester hebben gevonden. Ik denk dat Femke het net zo hard is. Ik denk dat Abu Talib het is. Maar als ik denk aan, 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 aan de burgemeester van Albrands wat een heel klein gemeentetje is ergens onder Rotterdam. Uh, en ik denk aan Hans, dan denk ik van ja, jij bent ook een hele goede bestuurder. Ja. Omdat de, het hart zit op de goede dus, plek. Dus inspirerend of grootse leider zijn wil niet zeggen dat je daadwerkelijk uh, de nieuwe Barack Obama of Martin nee, Luther King hoeft, hoeft te zijn. Gelukkig, dat hoeft niet. Nee. Je hebt grootse leiders, dus in iedere vorm. Misschien zelfs meneer dat je niet eens uh, formeel leider bent. Precies, precies, precies. Dus precies, dat is wel interessant. Hè? Dus ja. we koppelen leiderschap aan de leiders. Ja. Terwijl dat vaak in, het, in, in sommige individuen die gewoon in de frontlinie staan. Uh, groots leiderschap uh, voordoet. Ja, ja, precies. Die tonen het op de momenten dat het moet. Ik woon nu zelf in Amsterdam Noord. Uh, daar lopen in de wijk. Want daar wonen heel veel nieuwe Noordelingen, daar ben ik er een van. Maar er wonen ook nog heel veel oude Noordelingen. En er is heel veel, heel veel problematiek. En, en in, in, in de vogelbuurt en in, en in, en in, en in de, de, de Bloemenbuurt lopen mensen echt iedere dag een verschil te maken. In het leven van mensen die zelf niet de mogelijkheid hebben om keuzes te maken en zelf niet de mogelijkheid hebben om kansen te pakken. En zij maken het verschil en zij zijn de leiders. En wat doen ze dan? Uh, zij helpen mensen. Ze helpen mensen, Ze helpen mensen aan werk. Ze helpen mensen aan eten. Ze helpen mensen um, om iets te kunnen doen... waardoor als hun zoontje of dochter jarig is, een tien jaar is... dat ze wel kunnen trakteren op school, ook al is er geen geld. Ze doen hele kleine dingen en ze maken daarmee een heel groot verschil. En we zien ze niet. Dat zijn de, eh, dat zijn de, de anonieme leiders, ja. de, de, de informele leiders, hoe je het ook wil noemen. En, uh, en er zitten er ook echt heel veel bij de overheid... die we niet zien en die ook juist in die wijken of juist in die buurten enorme verschillen maken, maar ze worden geen burgemeesters of ze worden geen CEOs of ze worden maar ondertussen doen ze natuurlijk de ja, meest grote. Dat dingen. beogen ze misschien ook helemaal niet. nee. Hè? nee dat is ook zo mooi. Nee. Van, ja, de de, de nee weg omhoog, het, het hoeft niet te betekenen dat dat op de corporate ladder een stapje omhoog. Precies. Het, het, uh, het, 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 het verschil zijn. tussen missie en ambitie. Ambitie is vaak dat je dat je ver wil rijken... en een missie kan vaak die hoeft helemaal niet zo. Zo groot te zijn, maar die kan heel betekenisvol zijn. Ja. En ambitie dat slaat vaak alweer terug naar. Dat, dat, dan, dan wordt het bijna de beloning van het volbrengen van een missie. Is dus dan ambitie uh, uh, de pakketpaaltjes slaan en de missie de weg naar die pakketpaaltjes toe? Hey, ik denk dat, dat de missie het eind voor ogen is. Het, het, dat wat je uiteindelijk voor ogen hebt, dat wat je wil bereiken. En dat de ambitie je kan helpen. Om inderdaad tussentijds uh, je doelen te stellen, zodat je weet van ik zit nog op route. Of ik, ik, ik. Tegelijkertijd is het het lastige en, het, en het, het soms ook teleurstellende van ambitie, dat het je eigen uh, teleurstelling kan regisseren. Omdat je te veel van jezelf vraagt. Ja. Omdat je te snel wil. Omdat je, uh, dus dan is je ambitie. Het, het is goed om doelen te stellen. En tegelijkertijd is het soms ook heel. Uh, Verleidelijk om in het stellen van die doelen ook heel goed naar, naar, naar mensen om je heen te kijken. Ja. En te zeggen: Oh, hij doet het zo snel. Oh, dan moet ik het ook zo snel. Ja. Of dan moet ik, het, dan moet ik ook tenminste 30 procent. Of er zitten zeg maar heel veel voorwaarden aan een goed doel. En als, ja. je, als, 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 als die niet worden getackeld dan, uh, ja, dan, dan is het een doel geboren om te mislukken. Ja, dat, dat, dat gevoel. En dan, dan, dan heb je zelf het gevoel dat je mislukt. En dan, uh, dan moet er wel heel veel veerkracht zijn om het weer, om het weer recht ja. te zetten. Ja. Hé hey Theo, laat ja. het verhaal eens bij de ja. horens vatten. Want ja. ik ben ook echt super nieuwsgierig. Je hebt vast ook onderzoek gedaan naar hoe, hoe ontstaan verhalen, waar komen ze vandaan. Mm -hmm. Luisteraars weten inmiddels, als je, als je eerdere podcasts hebt geluisterd, het belang van het verhaal, ook wanneer dat je spreekt. Ja. Um, waar, kunnen we, heb jij enig idee waar het fenomeen verhaal is ontstaan? Nou ja, dat ontstaan op het moment dat mensen taal kregen. Zo vroeg is het al. En mensen aan elkaar gingen uitleggen wat gevaarlijk was, respectievelijk, wat kon helpen om dat gevaar te weerstaan. Mensen gingen, de eerste verhalen die werden verteld, uh, die gingen over het vinden van water, over het maken van vuur, over het verslaan van de draak. Over, het, uh, over de angst voor het donker zijn, over verhalen over de zon, verhalen over de maan. Uh, we probeerden betekenis te geven aan de werkelijkheid om ons heen. Mm -hmm. En we probeerden ons te beschermen tegen de gevaren die uh, die werkelijkheid allemaal op ons pad zetten. En door verhalen aan elkaar te vertellen maakten we onszelf sterker in het overleven. Zo begon het. het ze komen voort uit het diepste en het oudste deel van ons brein. Dat is uh, de, 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 toen we het vermogen hadden om met taal anderen te waarschuwen. En uh, de, de, letterlijk daar zijn verhalen begonnen. Ze geven letterlijk betekenis aan de werkelijkheid om je heen en ze, ze wijzen je op het gevaar. Mooi, dus er zit een hele duidelijke correlatie tussen verhaal en gevaar of conflict. En, en respectievelijk de kracht om te overleven. En de kracht om te overleven. Ja. Je zegt, ja. het, het ontstaan van het verhaal komt vanuit ons reptielenbrein. Ja. Terwijl dat, dat eigenlijk al, ik vind dat al vrij inspirerend, omdat als ik een verhaal bedenk. Nee. dan heb ik de neiging om natuurlijk gewoon lekker in het ratio te gaan zitten. En. Uh, ja, tegelijk, mooie volzinnen te maken. Nee, zo. Dat, dat, als we gaan schrijven, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we een hele mooie taal maken. Maar wij weten allemaal dat onderbuik, onderbuikverhalen, angst voor vreemden, uh, angst voor de buren wat in, in Rwanda, ik bedoel, dat, dat, dat zijn. door radio-uitzendingen. zijn uiteindelijk 800.000 mensen vermoord. Omdat daar de verhalen zijn verteld over. je kunt je buurman niet vertrouwen. Hij komt vannacht met een katmes en hij gaat jou doodmaken. Het beste wat je kunt doen is nu je eigen katmes pakken. en je buurman afslachten. Want hij deugt niet. Hij is fout. En die verhalen. die vertellen we al. die vertellen we al duizenden jaren. Dat zijn. en, en, en de verhalen die. die Gevaar appelleren. De vreemdelingenhaat van Wilders. De islamisering van onze samenleving. De angst voor de vluchtelingen. Dat zijn hele oude verhalen waarin het. Als je als groep elkaar kent. Ik bedoel ook al het opkomend nationalisme. Zijn allemaal hele oude verhalen waarin de groep. die zich weer als één groep gedraagt. Ja. En weet van elkaar. van oké, okay, we spreken dezelfde taal. We doen dezelfde dingen. We eten dezelfde dingen. We hebben dezelfde gewoontes. van jou hoef ik geen gevaar te verwachten. Jij deugt, jij bent een van mij. Nou, dan is het veilig. Letterlijk, die verhalen vertellen we steeds en steeds en steeds opnieuw. Dus van de ene kant is de context heel erg veranderd. En vanuit de andere kant is het dus eigenlijk heel voorspelbaar. Omdat als je die verhalen gaat afpellen, de ingrediënten telkens hetzelfde zijn. Verhalen over concurrenten, verhalen over vijanden. Die verslagen moeten worden. Heel veel corporate stories hebben zo'n concurrent natuurlijk. Er moet, er moet een vijand zijn. Er moet een, er, er moet een vijand zijn, respectievelijk. Er moet een tegenslag zijn die overwonnen moet worden. Ja. Er, moet een, er moet uiteindelijk een ring vernietigd worden. Ik bedoel, in Neem de Lord of the Rings. Dat is een verhaal waarin iemand op een pad wordt gezet wat hij helemaal eigenlijk zelf niet wilde. Maar goed, hij heeft die ring, dus hij moet die ring gaan vernietigen. En hup, hij gaat dan. En drie boeken later. Heeft is het hem gelukt? En wij lezen het en wij denken van: goh, dat heeft hij toch maar mooi gedaan. Niet wetende dat wij iedere keer als wij letterlijk een moeilijke presentatie hebben, of uh, wij een pitch willen winnen van een grote klant. Of uh, dat, wij, dat wij ringetjes aan het vernietigen zijn. Dat wij iets aan het. dat wij een streven hebben. Ja. Het streven van de dag, het streven van het jaar, het, het jaarplan, al die dingen. Het zijn uiteindelijk allemaal verhalen. We proberen onszelf een structuur te geven. Uh, waarin het uh, voor ons uh, veilig is binnen de groep. Dat is één. En twee, uh, waarin wij de dingen kunnen doen. waarvan wij denken, of de organisatie denkt. of de wijk denkt dat het van belang is. En ik weet nu zeker dat luisteraars aan je lippen hangen. en, en zeggen: mm. kun je, kun je me ons kun je een framework geven dan. Of de ingrediënten waarop we dan uh, tij, voor een lezing uh, een verhaal kunnen bouwen. De ingrediënten wel. En, en, uh, ik heb inmiddels vier boeken geschreven over, over storytelling. En de ingrediënten zijn toch steeds hetzelfde. Hm. Er is een hoofdpersoon. En die hoofdpersoon... Vaak is dat, als het gaat om persoonlijk leiderschap, dat ben je zelf. Dat is makkelijk. En die hoofdpersoon die heeft een streven. Hier, en dat is een missie... <gacht> En dat is al voor heel veel mensen moeilijk. Als ja. je vraagt, waar ben je nou werkelijk, werkelijk op uit in je leven? Werkelijk op uit in je leven. Nou, maar vooruit, het lukt ons nog. We kunnen de wereld weer zo klein maken. Of we kunnen dat streven opknippen. Deze week is het streven dan maar even. Ik wil die en die klant hebben. Ja. Dus ik ga die klant winnen. Nou, dat is mooi. Dat is een streven. Dus dan heb je je hebt de hoofdpersoon, je hebt het streven. Nou, als je dan gaat vragen, wie profiteert er van het streven van jou... En je zegt, dat ben ik zelf. Want dan krijg ik een bonus. Of ik ben een. Uh, hè, dan zegt mijn baas: van, oh, Goed gedaan, yogi. Of dan ben ik wel gelukkig. Ja, dan ben ik, dan ben ik gelukkig, want het is me gelukt. Uh, dat wordt vaak in verhalen gezien als van: Oké, okay, dan, dan doe je het voor jezelf. Dat is niet nobel. Geen leuk verhaal. Dat is geen goed verhaal. Dat, is de, dat, dat zijn inderdaad de bonus. In feite hebben we een hekel aan bonusculturen, omdat dat zelfverrijking is. En op de een of andere manier voelen we ook dat, dat daar is de mens niet voor gemaakt. Nee. Dat goed, dat doe je voor een ander. Dus Frodo, die moet de ring vernietigen. Dat is zijn streven. Dat doet hij om de hele bevolking van Midden-Aarde te redden. Mm -hmm. Je doet het voor iets groters. Marijn Everards, die is met de dopper bezig... om de wereld te bevrijden van de petfles. Dat is een, dat is een verhaal dat laat zich makkelijk vertellen. Ja. Dus je hebt een hoofdpersoon, een streven en een begunstigde. Goed zo. Maar die begunstigde... Uh, dat, dat, ik bedoel, als Lord of the Rings zo makkelijk zou zijn. En ik zag het laatst weer in, in Family Guy. Heerlijk. Ergens in deel 1 zijn die grote adelaarster. Yeah. En dan wordt, dan, wordt, uh, dan wordt Frodo even gered. Of Gandalf wordt even gered. En Gandalf en, ligt dan op die hoge toren. Ja, precies. En die, die wordt dan, wordt dan, ja, dan ja, precies. die toren, denkt, ja, en, hallo. En, en, en <laughs> helemaal aan het eind van deel 3. Die komen, komen ze weer. Ja. Dus zeiden ze in Family Guy ook... ja als, als ze nou gewoon met die, met die adelaars gewoon een moordoor waren gevlogen... <laughs> dan had de Lord of the Rings gewoon in 30 pagina's verteld kunnen zijn. Nou, dat willen we ook weer niet. Dat heeft alles te maken, dat heeft alles te maken met dat het niet vanzelf mag gaan. Nee. Dus dan, dan, dan kom je bij dat fenomeen tegenslag. Of het fenomeen uitdaging. Of het fenomeen dilemma's. Wat moet je kiezen om uiteindelijk daar te komen waar je wil zijn... Zelfverlogening. Ik bedoel, iedereen kent het. Fenomenal. Ik wil die klant hebben. Ik heb er alles voor over. Uh, alles? Tuurlijk niet alles. Heb je je leven ervoor over? Nee. Heb je uh, je gezin ervoor over? Nee. Heb je, uh, uh, zou je dan met de baas van die klant gaan slapen? Nee. Dus je <laughs> voelt al wel dat er een heleboel dingen zijn die je niet doet. Ja. En er zijn ook een aantal dingen die heel moeilijk zijn. Maar dat ga je wel proberen te doen. Ja. Tegenslag en hulp. Die twee dingen maken... Dat het verhaal, dat, dat je als mens ook ontwikkelt in dat, in, dat, in dat verhaal. En helemaal onderin, want die was ik bijna vergeten, had je nog de gangmaker. Het is Gandalf die tegen Frodo zegt, je moet die ring gaan vernietigen. Het was de moeder van Marijn Everaerts, die tegen Marijn Everaerts zei toen hij acht jaar was. Als wij op wandelvakantie zijn in de Zwitserse Alpen, dan gooi je, als we aan het wandelen zijn, niks weg. Want daarmee verwoest je de natuur. Dat doen we thuis bij het appartement. Dat is altijd in zijn hoofd blijven hangen. Daar heeft hij nooit iets mee gedaan. Tot het moment dat hij die petfluis uit de wereld wilde helpen. En zei: Van ja, daar heb ik geleerd dat je gewoon goed voor de natuur moet zorgen. Ja, dus er is ook altijd een helper of een beïnvloeder. een, een, een gangmaker. De, ja, de gangmaker. De gangmaker. Degene die in feite jouw streven vormgeeft. Ik ben, ik ben elektrotechnisch ingenieur. Uh, van, van opleiding, omdat mijn vader elektricien was. Dat is een hele makkelijke gangmaker. Uh, ik ben copywriter geworden, omdat ik in een bandje zat. En de zanger van die band begon een reclamebureau. En die zei op een gegeven moment van joh, kom lekker bij ons werken. Anders was ik het nooit geworden. En misschien ben ik wel storyteller geworden, omdat Frank Roos van Bikker tegen me zei: joh, wat kom jij hier doen wat we hier nog niet uh, wat we hier nog niet hebben. Ja. Dus gangmakers, die kom je in je loop van je leven kom je er misschien wel tientallen tegen. Ja. En, en zou je dat dan als louter toeval kunnen bestempelen? Of is dat de betekenis die je koppelt? Gewoon op de mensen die invloed hebben in? Je die, leven? Die van, de, van de 30 of 40, of misschien wel 100 die ik er ben tegengekomen, hebben 97. Helemaal, die hebben ook van alles tegen me gezegd. Maar daar heb ik niks mee gedaan. Ja, precies. Dus er zit altijd wel. Een dus je kiest soort, altijd wel de ja. beïnvloeders. Ja. Of het nou bewust of onbewust niveau, maar die, die trek je dan ook alweer ja. aan. En dan kom je bij, bij, bij synchroniciteit uit. Dus je komt de juiste persoon op het juiste moment tegen. Al die, al die aspecten. Verhaal, Precies, ja, al die aspecten, die, 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 die heb je ook. Dus oké, okay, die gang maken zich tegen de held. Je moet dat gaan doen. En dat komt ten goede aan iets. En je hebt tegenslag en hulp. Die maken dat die held zich moet ontwikkelen dat hij niet hetzelfde is als dat hij was. En dan kom je bij de reis van de held van Joseph Campbell ja, uit. Je, je hebt nu de hoofdpersoon voor het eerst omgedraaid naar het woord held. Ja, je bewust, ja, ja precies. Of ja. Onbewust. Ja. En dan je je nu naar de twaalf stappen ja, van precies. de held, toch? Ja, en in die twaalf stappen gaat het vaak om het overwinnen van, van tegenslag. Om het aangaan van uitdagingen, om het aangaan van dilemma's. En wat ik er aan toevoeg, is het moment van ommekeer omdat dat vaak het motorisch moment is waarop het verhaal werkelijk gaat lopen. Mm -hmm. En dat motorisch moment zit bijvoorbeeld bij start-ups vaak in het ontstaansmoment. Ik heb, ik heb, ik heb heel veel, uh, uh, voor, voor de Wow Starts Nou, heel veel mensen geïnterviewd. En ik vroeg ze steeds: waar is dat idee van jou begonnen? En dat wisten ze nog precies. En ze weten het ook heel cynisch te vertellen. En. Als je dat soort verhalen kent, dan weet je dus ook, daar is het ooit begonnen. En iedere organisatie heeft dat ontstaansmoment ook nog. Mm -hmm. Ik weet ook nog, jij ja, vroeg het net van waar is jouw storytelling, jouw storyteller begonnen? Nou, dat is begonnen dus inderdaad op het vliegveld van Calgary. Ja, yeah. dat weet ik nog. En, uh, en een maand later zit ik met Frank Roos van Bikker en die zegt, nou, en dan ga je dat doen. En zo schrijf je je eerste story en je tweede story. En ik kwam bij Bex terecht en daar gingen we ineens. Mensen trainen in het vertellen van verhalen. Ik dacht: van Wat een onzin. Verhalen schrijf je. Ik was tot dan toe heel erg op schrijven. Oké. Okay. Dus, en, en daar kwam iemand die zei: Van ja, maar dat is. We kunnen niet steeds allemaal verhalen gaan schrijven. Iedere leider heeft ook een verhaal en dat vertelt hij. Ja, maar dan vertelt hij gewoon een geschreven verhaal. En zei: Nee, dat is niet zo. Dat doe je niet. Dus toen ben ik voor het eerst gaan. moest ik ineens gaan nadenken over. Ja, maar als we dan een training geven, hoe gaan we dat dan doen? En uiteindelijk is dat het, het, het leukste werk wat ik. Vandaag de dag doe is mensen helpen met het vertellen, het maken ook hoor, maar vooral met het weer vertellen van hun eigen verhaal. Ja. En dat is het leuk, nou, dat, dat is verreweg het leukste wat er is. Maar waar we waren bij, het, bij het, het lijstje. De ingrediënten van nou, een Volgens van mij het zijn het er dus zeven. Je hebt een hoofdpersoon, een held, die heeft een streven. Dat streven leidt tot een begunstigde. Dat streven heeft hij niet zelf bedacht. Er was een gangmaker die aan de wieg staat van ja. dat streven, er is tegenslag. Nee. Er is hulp Zes. en er is een ommekeer. Ze dat zeggen. wat werkelijk het verhaal in gang zet. Mooi, interessant. Ja. En dan noem je motorisch moment. Ja, uh, dat is het moment van ommekeer. Dat is het moment ja. van ommekeer. Ja. Uh, dus het motorisch moment betekent ommekeer. Kun je dat zo zeggen? Ja, of, dit, in een ontstaansverhaal daar zit vaak, daar zit vaak een besluit in. En, en op het moment dat je besluit iets te gaan doen... Dan ontstaat er, dat heeft iemand me wel eens verteld... en dat, dat is me altijd bijgebleven... een heel ander leven hebben, een echt heel ander leven hebben... is maar één besluit weg. Dat is maar één besluit ver weg. Ja. Als je één radicaal besluit neemt, heb je ineens een heel ander leven. Dat, dat is voor mensen bijna niet te, te bevatten, maar het is inderdaad ja. echt zo. En dat motorisch moment, schappig dat jij dat motorisch moment op het einde zet... Ja. En op de toneelschool heb ik geleerd dat, dat altijd de, het conflict... Hè, het ontstaan ja. van het conflict, dat, dat is het metorisch moment... in het begin van iedere film, Klopt, klopt, klopt. Dus klot. Je, hebt het, je hebt de eerste kennismaking, ja. die hobbits. weet je, Het ziet er ja. oogontschijnlijk supervredig uit. En dan gebeurt er iets. Ja, maar dat is het verstorende moment. Maar, maar zelfs Frodo... Dat, dat, want bij Frodo zit de ommekeer het, helemaal op het eind van het verhaal. Dus die jongen die wordt door een tovenaar, wordt die krijgt hij een ring in zijn handen geduwd van jij moet dat ding gaan vernietigen. Tot op pagina 1700, we zijn dan in deel 3, vindt hij nog steeds dat dat niet zijn wedstrijd is. Ja. Maar hij volbrengt het. Hij vernietigt hem. Hij gaat terug naar de gauw, naar de Shire. Hij gaat wonen in het huisje waar hij woont. En daar ontdekt hij dat hij daar niet meer kan blijven. Hij is veranderd. Ineens merkt hij dat hij vroeger een 13 in een dozijn hobbit was en nu dat hij een, een Hij heeft te veel meegemaakt. Hij is een leider. Je zou kunnen zeggen, hij is posttraumatisch gestresst maar dat denk ik niet. Ik denk dat hij echt dus het DSM hij is, dan, Ja, precies. Ja, ja precies. Ja, ik denk dat hij echt wijzer is geworden en ja. dat hij beseft: van, ik moet hier weg, ik pas hier niet meer. Daar zit zijn moment van ommekeer pas. Dat zit helemaal op het eind in hele goede films. Ja, er is een inciting incident. Er is een, er is een motorisch moment waardoor er van alles in beweging komt. Maar het werkelijke inzicht voor de hoofdpersoon. dat verschijnt soms pas aan het eind van, uh, van het verhaal. Dat zijn ook vaak de mooiste films, vind ik. En ja, uh, uh, bij een start-up is het moment dat je besluit van: joh, ik ga dit doen. Ja, ja dan begint het verhaal. En dat is ook een. Uh, maar ik weet ook van, uh, van uh, bijvoorbeeld Marijn Everaerts... Vind ik een heel mooie. Die is in de loop van zijn dopperavontuur... Ja, in het begin idealistisch en vol erop. En alles voor de dopper. Weet hij, we zijn inmiddels een, een, een jaartje of, uh, of, of, of negen verder. Ik moet me niet bezighouden met de operatie. Ik moet me niet bezighouden met de bedrijfsvoering. Ik moet het verhaal blijven vertellen. Maar er zijn ook heel veel dingen waar ik totaal geen kaas van heb gegeven. Dat zijn momenten van, van inzicht die leiden tot een ommekeer. Persoonlijk leiderschap is een voortdurende reis waarin je steeds beter jezelf leert kennen, ja. steeds tot nieuwe inzichten komt en in staat bent om die inzichten te transformeren, je ontdekt het, naar het nieuw het waar, gedrag. Hè? Ja, precies. En voor mij zijn momenten van ommekeer, die zitten dus, die zitten dus veel meer ook in de loop van het verhaal. Ja. Um, en op het moment dat je mensen die, uh, die sleutel geeft en ze. Kunt laten vertellen over wat maakt dat ze de leider zijn die ze nu zijn, dan worden ze oprecht. En dan krijg je soms de meest werkelijk waanzinnig prachtige verhalen over hoe het komt dat mensen nu leiding geven aan een, een stuk van een organisatie. Mm -hmm. uh, en dat ze dat doen met de waardes die ze geleerd hebben uh, van thuis, toen ze op een boerenbedrijf werkten. En uh, altijd wisten dat het, er is maar één oplossing is. Dat is de familie zelf. Wij moeten het doen. Want als wij het druk hebben, hebben de buren het ook keidruk. Dus we zijn altijd op onszelf aangewezen. En dat is, een, dat is dan op dat moment een drijfveer geworden. We zullen het altijd als team moeten doen. Uh, dus die mensen hangen heel erg aan een waarde, uh, teamwork. En die, die, die hoeft als kernwaarde in die organisatie niet te bestaan. Maar voor die leider is dat de manier waarop hij met zijn team omgaat. Ja. Yeah. En dat, 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 vind ik, dat vind ik waanzinnig als mensen. Als je het vermogen hebt dat terug te halen, ja, om te die zeggen. Om van... terug te halen. Nou, de reden waarom ik het zo belangrijk ja, vind ja. dat we dit hier met elkaar doen. Ja. Ik neem jullie mee naar die boerderij ja. waar ja. ik op ben gegroeid. Ja. En waar mijn moeder tegen me ja. zei. Dit, 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 dit. Ja. Dan is een waarde ineens geen waarde meer. Maar dan maakt iemand een emotionele connectie. En daar zit hij ook. De, de, de emotionele context die je geeft. Aan en op zichzelf is het een tegeltje. Ik geloof in teams. Nou, dat is een tegeltje. Ja. Kun je zo ophangen, mooi tegeltje. <laughs> en er naar de. Ja, dat is best mooi. Ik geloof ook in teams. Ja. Maar als iemand vertelt hoe dat komt dat hij daarin gelooft. dan voel je ineens: oh maar jij gelooft er echt in. Het is niet zomaar dat je, dat je ineens een aanhanger bent geworden. van teamwork. Nee, het is je opvoeding. Het is je, het is je achtergrond. Het is je. Nou, dat verleden met je meenemen. in de verhalen die je vertelt. Je ziet het in TED Talks ook heel veel. Dat vind, ik, dat vind ik, want dan trekken mensen lijnen, levenslijnen. En dan vertellen ze dus inderdaad misschien wel een fragment of een stukje of een deel van hun reis van de held. Ja. Dat vind ik fascinerend. En ja, hele goede organisaties uh, zie je dat ook doen. En organisaties waar de oprichter nog, aan het, nog, nog steeds betrokken is bij de club, die kunnen altijd nog teruggaan naar het moment waarop ze kunnen vertellen van maar waarom ben jij dat bedrijf begonnen en dat weten ze nog precies. Ik ben een van de ik bedoel ik weet het van Leonard Bikker. ik weet het van Noud Becks. Uh, en het leuke is als je die mensen spreekt nog steeds als je die mensen spreekt, die ogen gaan glinsteren op het moment dat ze weer bedenken van daarom begon ik destijds mijn bureau. Ja. En het klopt. Ook al, dat klopt. en en het is dus daarin is je dus, je hebt je startpunt ja. waar je en dat ont, het verhaal ontvouwt zich dus vanzelf ja. want er kan morgen weer zo'n motorisch moment plaatsvinden ja. zonder dat ik het weet. En dan ik bedoel zo'n organisatie evolueert wel en, en 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 groeit en en ontwikkelt zich. Maar de drijfveren, de Dat vind ik nog steeds fascinerend want ik ben er, ik ben net ik ben nu voor mezelf uh, uh, begonnen sinds 1 januari. Ik heb er twaalf jaar gezeten en ik ben nu associate. Okay. Dus ik, ik, ik doe nog steeds veel opdrachten met Bex uh, en voor Bex, maar ik werk niet meer bij Bex. Nee, nou, heb ik Bex is ooit zijn bureau begonnen. Nou, Bex, met het idee: ik wil het leukste bureau hebben om voor mee en bij te werken. Waar je lekker met je vak bezig kan zijn. Met leuke opdrachten, leuke klanten, leuke collega's, cetera. Dat leuk, dat zit er bij hem. Dat zit erin. De man houdt ook heel veel van humor. En noem maar op. Nou, door de jaren heen is BEX gegroeid, gegroeid, hmm. gegroeid. Dat wordt dan, Op een gegeven moment is het 85 man. En dan moet je hogerop in de lijst. Dus je gaat ook in je ambities wat stuwen. En wij gingen ineens naar het beste bureau om voor, mee en bij te werken. En in dat beste zag je gewoon die organisatie worstelen. Want, want, want is beste ook leukste? Nee, maar vinden we eigenlijk leukste niet belangrijkst. belangrijkste. Nee, we moeten nu de beste. Want we zijn zo groot, we moeten... En dat, dat, dan is het niet meer natuurlijk. Dan, is het, dan, dan wordt het krampachtig. Dan wordt het het, het, het. het grappige is, als je dan weer terug gaat naar dat leukste en uiteindelijk kom je daar ook altijd weer op uit, dan, dan ben je ook net iets liever voor elkaar. Dan spaar je elkaar. Mm -hmm. Want je wilt het ook leuk hebben. En je merkt in, in de hele governance van, van het bedrijf, en ik ben het vooral gaan zien sinds ik er weg ben, dat dat leukste uiteindelijk veel meer betekenis heeft voor Bex. Dan het beste. Tegelijkertijd, vergis je niet uh, hebben ze ook meters gemaakt op het zijn van uh, hele goeie, een hele goede van een heel goed bureau. Maar, maar, maar Wat makes them tik, is nog steeds de lol in het vak. Ja. En de opdrachten die uitdagend zijn. En daar zit dan het leuk. En is dat dan? Uh, voldoende Dat voor Beck zegt dus waar wij voor staan, is we willen gewoon de leukste zijn. Ja. Dat weet we omgeven met iedereen. Iedereen vindt daar iets van. Iedereen mag daar ook mag daar een ja. steentje ja, ja, bij ja, 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 ja. En dan ontstaat er als goede synergie. Hè, dat, dat we met elkaar iets mooiers creëren. dan dat we afzonderlijk hadden kunnen bedenken. Ja. En waar komt dat leuk zijn dan vandaan? Nee, het leukste. Het, maar, maar daar zit dus. Kijk, er, zitten, er zijn twee kanten aan dat verhaal. Ja. Eén, je moet dus. Je moet eerst dus accepteren en toegeven... dat je dus het leukste bureau om voor, mee en bij te werken bent. En ja. zeggen van, dat is hem. Maar dat willen we natuurlijk niet. We willen verder. Dan kom je weer in dat ambitie. En ja, oké, okay, is dat nou inspirerend? Krijgen we daar nou mensen mee binnen? En voor je het weet, zit je jezelf te verlogen. Ik denk dat heel veel mensen... op een gegeven moment de lat verder leggen... of een andere missie kiezen. En daarbij niet goed kijken naar wie ze zijn. En dan ontstaat iets... Wat niet, meer, wat, niet meer, wat niet meer goed werkt. Tegelijkertijd, wat is het nadeel van het zijn van het leukste bureau om voor mee en bij te werken? Nou, dat je wel eens vergeet je successen te vieren. Dat je misschien wat minder hoog van de toren blaast. Dat je wat ingetogener bent, wat bescheidener. Het, het is ook een Brabant, een Zuidoost-Brabants bureau. Mm -hmm. en dan, en de, de, op de een of andere manier, dat, dat als je je eigen identiteit verlogend, omdat anderen nou eenmaal van je verwachten. Je, staat nu, je speelt nu Champions League. Dus je moet nu ook wel mee met de beste. Ja, dan, dan, dan krijg je dus de zoektocht daarin. En daar zit, daar zit ook een reis van de held. Hè. Dus daar kan ook een moment van ommekeer in zitten. Ook dat is een ontwikkeling waaruit je, je het wel geven. transformeert. Ja. En dat, dus, dus je kan. Als gandalf, je al... of de grijze die ineens als de witte kan. Ja, ja nee, maar dat precies. is wel dus, een verschil. Dus, dus het leuke is, aan de ene kant zeg je blijf nou gewoon wie je bent. En aan de andere kant gun je iedereen zijn transformatie. Ja. En het fascinerende, het, het, wat, wat mij daarin fascineert, want ook dat zie je bij, bij allerlei bedrijven. Ik neem nu Bex als voorbeeld. Als ik, als ik naar de oprichter kijk, dan denk ik van nou, hij is ondertussen behoorlijk ook de beste in, in crisiscommunicatie. Maar hij heeft het nog steeds leuk in zijn vak. Dus hij is trouw gebleven aan dat wat hij wilde opzetten. Maar het bedrijf is hij is inmiddels geen directeur meer. Dus, dus in andere, in, in, andere mensen hebben de directie overgenomen. En die hebben, die hebben hun drijfveren. Uh, en ik, ja, dit is misschien een beetje moeilijk om, om uit te leggen. Je zou kunnen zeggen: blijf trouw aan wie je bent. Maar dan had Frodo gewoon die in het huisje blijven de, wonen. Ja, je en, zegt, en dan was hij drie bieren, Ik precies. woon hier. Ik woon hier en ik blijf hier. Uh, en dan was er helemaal geen held ontstaan. Nee. Dus. Dus ik ben, er ook, ik ben er ook niet helemaal uit of, of je zomaar de held in je eigen verhaal kunt spreken. En, en wanneer je nou zegt: ja, genoeg is genoeg. Ja, en wat ik, maar wat ik wel mooi vind, als jij erover vertelt, zie ik de verbeelding, ik zie de verwondering, ik ja. zie dat het je raakt. Ja. Dus het stroomt. Ja. Terwijl als ik gewoon los de tekst pak, hij ja, wilde de leukste zijn. Ja, dan is ja het... dat zegt ieder bedrijf. Nee, maar precies. Dan komt dan Great Place to Work. Die worden dan erbij gehaald. Ja. ja, die mogen dan gaan vertellen of het echt leuk is om het te werken. Plot. Plot. En daar pronken we dan ook weer mee. Weet je ja. wel, we, nou, we, we staan hoog in de nummering. Ja. Dus ik ben nog wel steeds aan het zoeken dan, wat raakt jou dan als je denkt van ja. Omdat ik het mensen zie omdat ik het mensen zie doen en zie beleven. Ja. Dus niet het omdat gaat, het, dan gaat het dus wel over gedrag. Niet omdat het gemeten wordt. Nee. Het is, het is, ik, ik gebruik in workshops heel vaak de metafoor van als ik jou vraag vertel je meest spannende vakantieverhaal ooit, dan kom jij met een moment op een van je vakanties waarin het of gevaarlijk of supercool of, nou ja, weet ik veel, en misschien wel aan de dood ontsnapt. Dus eigenlijk voor de, voor de luisteraars die je denkt: ik heb morgen een verhaal nodig. vertel gewoon iets over je spannendste vakantie. Je meest spannende ooit. vakantieverhaal ooit is een is, de, is, een, is een is altijd een goud verhaal. En dan doe je ook precies goed uh, uh, wat je. Uh, uh, dan, dan ben je een echte verhalenverteller. vertellen. Ja, die ramp. Er zit, er, die zit een stukje, even... er zit een stukje context in. Van, nou, ik was daar in Ecuador of ik was daar in uh, Canada. Met mijn vrouw, want ik was net op huwelijksreis. Context. Dan is er een gebeurtenis. De er gebeurtenis. En meestal begint die met een verstoring. Ja. Ineens merkte ik dat ik mijn portemonnee kwijt was. En ik keek om me heen en ik zag een jongen en die keek mij nog even aan. En die, die, die draaide zich om en die rende weg. En ik dacht: van jou moet ik hebben. En ik heb de achtervolging ingezet. Ik ben bovenop hem gaan zitten. Ik heb hem gefouilleerd. Hij had geen portemonnee. Mm, tegenslag. Ja, meer dan tegenslag. Nou, hij had geen portemonnee. Hij haalde de politie erbij. Uh, we hebben samen op het politiebureau aan de Via Corso Umberto in Taormina. Want dat is een verhaal wat, uh, wat ook echt gebeurd is. Heb ik uh, politieverklaringen moeten ondertekenen. Ik heb excuses gemaakt aan die jongen, aan zijn broer en aan zijn moeder. Dat was in Italië. In Sicilië. Taormina. Ja, precies. Op Taormina. Precies. En uh, daarna ben ik teruggegaan naar mijn hotel. Een beetje wit om de neus. Um, en op het nachtkastje van de hotelkamer lag mijn portemonnee. En sinds die tijd doe ik altijd als ik ergens wegga, een 1, 2, 3'tje, heb ik mijn telefoon, heb ik mijn portemonnee, heb ik mijn sleutels. Dat is het verhaal. Het punt is, als je een vakantieverhaal vertelt, dan vertel je een moment. Een momentverhaal. Context, gebeurtenis, inzicht. En Het inzicht van dit verhaal is: ik doe altijd een 1, 2 rietje als ik wegga, het is een ja. simpel inzicht. Als bedrijven vertellen over hun vakantieverhaal. Dan vertellen ze, we zijn drie weken naar Italië geweest. We hebben in totaal 3762 kilometer gele, uh, gereden. De gemiddelde temperatuur, overdag gemeten rond 12 uur, was 23,6 graden. <laughs> we hebben uh, in zeven verschillende hotels verbleven. We hebben in totaal in twintig restaurants gegeten. Dat was trouwens heerlijk. Dat dan nog wel. De bloeddruk voordat ik op vakantie ging was 138 over 92. Na uh, de vakantie ja, op, bleek, hoor, op 124 ik ben, ik ben over 82. <laughs> maar dat is, wij meten alles en ja. wij, wij presenteren de meetresultaten. En daaruit zou dan blijken: it's a good place to work. Of het is, we zijn goed bezig, of ons marktaandeel is gestegen, of de nps score is gestegen. Flikker op. Het leukste bureau om voor mee en bij te werken vertelt bijna voortdurend uh, uh, en dan op zijn Brabants trotse verhalen over waar we mee bezig zijn. En wat er leuk is aan het werk wat je nu aan het doen bent, ook al is het de moeilijkste, de rotste, de ergste klus die je ooit hebt gedaan, maar ik hou van het vak. En, 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 en hoe het ook gebeurt. En, en ik weet dat mijn collega's me steunen, het komt wel goed. Ja. We redden het wel. Dat zijn verhalen. Die verhalen, als je die vergeet te vertellen, dan wordt het leukste bureau om voor mij en bij te werken een tegeltje. Dus je moet steeds en voortdurend. Ook in je organisatie op zoek blijven gaan naar die verhalen. Ja. En dat moet niet de afdeling communicatie doen. Want ja, daar hebben we toch communicatie voor, en die gaan er dan content van maken. En dat zetten we op onze website. Nee, verhalen vertel je aan elkaar. Verhalen vertel je het liefst voordat de vergadering begint en het liefst na de vergadering. Die vertel je in de kantine, die vertel je bij de koffiemachines. En we doen niet anders dan verhalen vertellen, nog steeds. Als jij wil weten hoe je je moet gedragen in een organisatie, dan is het eerste wat je doet de eerste twee weken is van iedereen horen wat kun je hier beter wel doen, wat kun je hier beter niet ja. doen. Op wie moet ik letten, voor wie moet ik bang zijn, uh, wat kan ik het beste doen bij die persoon, wat kan ik het beste. Je zit voortdurend verhalen te ontlokken. En wat ik zo mooi vind is die verhalen die zijn er dus allemaal. Ja, ze zijn er. Als je, als je kan ze in jezelf zoeken. Als je ze niet weet te vinden, ga naar een, gewoon een willekeurige medewerker en vraag hem waarom ben je hier komen te werken? Of hoe zag je werkweek de vorige week uit? Ja. En geheid komen de dingen boven die een verhaal zijn. Ja. Uh, want iedereen werkt voortdurend met de omstandigheden die er zijn. En die uitdagingen, die komen als vanzelf. Daar hoef je ook verder niets uh, nee, aan te doen. Nee, ik wou dat zeggen, die komen die, als je wil. Dan uh, kun je maar, iedere dag je uitdagingen wel tegenkomen. Ja. Wat ik nog wel een, een lastige vraag vind, is hoe spaar ik uh, ja. die verhalen? Want uh, ik, ik, ik ben me dus bewust. Ik maak ja. er een hoop mee, maar ze vernevelen ook weer als ja. vanzelf. Ja. Achterin, achterin de nou, de laatste twee hoofdstukken van de nou gaan precies daarover. Want ik denk dat, dat leiderschap, de ontwikkeling van jezelf als professional bijvoorbeeld, of je nou leider bent of professional, dat gaat zo geleidelijk. Je hebt mm -hmm. niet door. En daar helpen ook jaargesprekken of popgesprekken niet bij. Van wat heb ik nou eigenlijk, waar ben ik dit jaar nou in gegroeid? Ja. Het eerste wat je moet doen, wat je kunt doen, is het, is het aanleggen van een verhalendatabank. Gewoon de dingen die jij hebt meegemaakt in je leven tot nu toe. Waarvan je zegt van dat waren markante momenten. Het kunnen hele leuke momenten zijn. Het kunnen hele professionele momenten zijn. Het kunnen hele trieste momenten zijn. En je, vertelt ze, je, je, je schrijft ze in steekwoorden op. Je hoeft ze niet allemaal uit te okay. schrijven. Maar je schrijft ze in steekwoorden op. Gewoon wat was ongeveer de context? Waar speelde het zich af? Wanneer was het? Met wie was ik daar? Dan de gebeurtenis. En dan al dan niet het besluit of het inzicht of wat er sinds die tijd veranderd is. Ik heb dat, ik heb dat voor mezelf. En je kan het in een middag doen. Want je hoeft het. Het is gewoon een lijstje maken van dingen. En, en heb je wat aan die verhalen? Niet zoveel. Maar je krijgt daar wel een soort gevoel van markante momenten. Ja. Markante momenten die in mijn leven. Nou, Oké. Okay. Dat is één. De tweede oefening. Die vind ik eigenlijk veel uitdagender. En die lijkt ook een beetje op het. Uh, creative, het, is een, het is een creatieve oefening. Schrijf een maand lang. Iedere avond op hetzelfde moment, een uur of zeven of een uur of acht, of anders doe je het ochtends om half zeven. Schrijf op het moment van de vorige dag, respectievelijk het moment van die dag. Wat, ik bedoel, met wie was je, oh, en het gaat over je werk. Hè? Ja. Met wie was je, de, 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 wat was er aan de hand? En dan inderdaad, wat gebeurde er? Hoe reageerde jij? Uh, en hoe liep het af? Het kan zijn dat het die dag niet is afgelopen, maar dat het conflict zich voortzet. voortzet. Hè? En, Nadat je dat twintig dagen hebt gedaan, lees je die twintig momentverhalen en dan schrijf je een analyse uit. Dan ontdek je patronen. Mijn manier van reageren is altijd. Da, 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 da. En dan kun je een besluit nemen of je dat verandert of niet. Of dat je het laat, of dat je er wel degelijk iets aan gaat doen. Zo sta je ineens stil bij ontwikkeling. Zo sta je ineens stil bij... Want inderdaad, je hebt gelijk. Een heleboel dingen gebeuren je. En je vergeet ze. Hoe was je ja. dag? Ja, goed, heb je die klant gescoord? Ja, hoe heb je het eigenlijk? Uh, de, 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 heb je het gevierd? Nee, doe ik nooit. Als okay. ik terugdenk, okay. dat in die ene kroeg kwamen ja. geniale verhalen. Ben je precies, denkt dan precies, daarna dat je. Oh, oh, ik kan ze niet meer reproduceren. Precies. Want een van de herkenbare dingen, dat maakt het ook zo moeilijk. Uh, denk ik als ik leiders of wie dan ook op het podium zie spreken. Een goed verhaal is heel gedetailleerd. Ja. Dus je neemt ja. die, dat de, de, nu net ook, je omschrijft dan, je ziet die, die portemonnee, dat moment dat je voelt dat de ja. portemonnee. Daarna wil ik er zijn. Ja. Dus je draait je om en je ziet in je linker ooghoek, zie je dat jongetje weglopen. Ja. En je besluit, ik ga erachteraan. Ja. En, en er waren van die doeken, die wapperden, weet je wel, van die kledingdoeken, die hingen op zo'n marktrek. Ja. Ja. En, en, maar, dat, zeg maar dat tastbare. Dat wil je dus kunnen omschrijven. En dat ja. is vaak zo moeilijk, omdat die details. Juist niet. Ja, vertel, vertel. Het, het mooie van markante momenten is als je mensen laat vertellen. En je ziet het bij de vakantieverhalenoefening trouwens altijd hoor. Dan vertellen ze inderdaad: van nou, ik liep in Bangkok en ik moest naar het vliegveld en ik stapte in een taxi met mijn zoontje van zeven. En we hadden nog twee uur voor de vlucht, maar Bangkok zat helemaal dicht. En op een gegeven moment ging het voor ons rijden, maar de taxi waarin ik zat, reed niet. En ik zat naast de taxichauffeur en ik duwde hem en hij bleek in slaap te zijn gevallen. En op dat, en op dat moment besluit die persoon om uit te stappen. Die taxichauffeur naar de passagiersplaats te duwen. Yeah. En zelf gas te geven en die taxi naar het vliegveld te rijden. Terwijl ze niet weet waar ze reed en ze totaal... Dit, op het moment dat je het herbeleeft, komen al die details weer vanzelf terug. Ja. Je weet nog dat het 23 graden was. Dat het een heerlijke zonnige dag was. Je weet nog dat het regende of pijpen steden. Je weet nog dat je de hele dag al last had van die blaar op je linkervoet. Terwijl je de Kilimanjaro nog lang niet had beklommen. Je moest nog twee dagen. En al die, die, die details. die doen er dus toe. Dat ja, is dus wel die goed. maken, die, want die, die activeren. Nou, komen we inderdaad op wat. Nou, komen we op het echte interface? Waarom werken verhalen richting een publiek? Omdat het de verhalenmachine van je publiek ook ineens activeert. Ja. Feiten die doen ons niks. Het is vandaag, is het op dit moment 16,7 graden buiten. Nou, 16,7 graden. En morgen is het 17,8 graden. En we kijken ernaar en we denken, nou, het zal wel. Ja. Het, het moment dat, dat een verhalenmachine geactiveerd wordt, dat gebeurt op het moment dat het was heerlijk weer Het was lekker warm en ik zat, ik zat in het zonnetje op het terras met een, met een, met een wit biertje voor me. En, ik en, zag dat de dat 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 moment, druppeltje. Precies, ja, langs dat condenserend dat, dat dat druppeltje. Ja, wel. precies dat. Ja, dat, ziet, dat zie ik in het publiek voor me. Dus het gaat inderdaad, een verhalenmachine reageert letterlijk. Ik probeer tot de fantasie te spreken van mijn publiek. En dat kan alleen als ik tot een verbeelding sprekende taal gebruik. Nou, dat Beelding, is, beeld. Ja, verbeelding, letterlijk. Het voorstellingsvermogen is het precies hetzelfde. Voorstellen, je moet het je kunnen voorstellen. Ja. Nou, de scène in Taormina kan ik me helemaal voorstellen. En, en de details die ik toevoeg, maakt dat ik ze voor me zie. En respectievelijk een blaar voel ik. En ik heb ook wel eens een blaar gevoeld. Dus die voel ik mee. Dus zintuigelijk activeren is de manier om die verhalenmachine aan de gang te krijgen. Ja. Nou, als ik dan zorg dat er beweging zit in het verhaal, dus er gebeurt ook iets, er is handeling, de, de, de hoofdpersoon doet iets of er gebeurt iets met die hoofdpersoon waardoor die moet handelen, wordt het, wordt het beeld wordt een filmpje. Ja. En een, een verhaal vertellen is letterlijk een filmpje starten in het hoofd van je publiek. Dus waarom werkt dat zo fijn als ik zeg: vroeger toen ik op een boerderij opgroeide. En wij uh, in de zomer uh, altijd uh, moesten gaan hooien. En ja, dan moesten de buren ook hooien. Dus de hele familie werd, uh, werd gemobiliseerd. En je kon niet een dag zeggen van nee, ik niet. Want ik heb huiswerk. je had geen huiswerk. Dus ook altijd in de zomer heb je zomervakantie. Dus er moet gehoord worden. En dus ging ik mee achter op de kar. En, dan, en op dat moment... Dan loop, je, jou, dan ik loop zat je mee. Precies. Op die kar. Ja, ik nee. wilde niet. Ja, maar <laughs> je gaat, het gaat vanzelf. Ja. En op dat moment krijg je de mogelijkheid... want wat doet nou eigenlijk die verhalenmachine? Die verhalenmachine die maakt het mogelijk... dat jij gaat meevoelen met die hoofdpersoon. Ja, dat jij je ineens verplaatst. De spiegelneuronen gaan aan het ja, werk. Ja, precies. Dus die, die, de spiegelneuronen gaan aan het werk. En wat mooier is, de oxytocine komt vrij... waarin jij meeleeft met wat die hoofdpersoon... op dat moment aan het overkomen is. Dus uh, in taurumina kun je meeleven met mijn woede... Of je kunt uh, uh, meeleven met mijn schaamte op het moment dat blijkt dat die jongen helemaal die portemonnee niet gestolen heeft. Je kunt meeleven met mijn opluchting op het moment dat ik op het nachtkastje in de hotelkamer die portemonnee vind. Ja. Je leeft met mij mee. Goede sprekers die vertellen verhalen, zodat het publiek gaat meevoelen waarom ze de dingen doen die ze doen. Het, ik bedoel, als iemand de petfles de wereld uit wil helpen, dan denk je van joh, je bent gek, dat gaat je nooit lukken. Maar als die gaat vertellen over wat hij allemaal aan het, aan het doen is. Uh, dan, 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 dan krijg ik ook langzaam het gevoel van het is, het is voor jou meer dan een, dan een wedstrijdje ja. petflesjes ja. Uh, 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 vernietigen. Ja. Het is voor jou veel meer dan dat. Met Tony en wat ook. Ja, precies. Ja, ja, ja. Met het verhaal. Ja, het slaafvrij maken van chocola. Ja. En, het, en het niet kunnen accepteren dat het toch niet zo kan zijn dat. Dat wij chocola eten die door... Nou ja, goed. Hey, en, en dus, en, ik, dit is echt waanzinnig interessant. En ik, heb echt, ik ben overtuigd dat we... Je hebt werkvormen aangereikt. Mm. Uh, ze weten wat voor stappen ze kunnen doorlopen. Dus ik wil ook vooral de kijker uitnodigen. Ga hiermee aan de slag. Ja zeker. Ga verhalen schrijven. Uh, want ook als je geen spreker bent... Uh, dan heef, heb je een verhaal. Absoluut. En op het moment dat je dat verhaal gaat omschrijven... en... Uh, en gaat vertellen, dan zul je vanzelf merken dat je ook sneller gehoord gaat worden. Ja, en begrepen. En begrepen. Ik bedoel, gewoon doorvoeld begrepen. Ja. En niet alleen begrepen van, nou, ik ben het met je eens of ik ben het niet met je eens, of nou, ik snap het. Nee, je snapt waarom iemand de dingen doet die hij doet. Precies. En dat is waarom we romans lezen. Dat is waarom we naar toneelstukken kijken, naar, 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 naar goede films gaan. Omdat we daar in feite zien wat een mens allemaal probeert ja. en kan en soms niet kan. En wat ik mooi vind, um, en daarna dan, dan heb ik nog één ding wat ik graag met je wil bespreken, ja. voordat we naar de afronding gaan. Ja. Uh, wat ik mooi vind is dat ik soms ook in mijn trainingen mensen voor mijn neus krijg die zeggen, ja, maar ik doe niet zo'n heel belangrijk werk, hm. totdat ze met een mission statement aan de slag gaan. Hm. En zo was ik laatst in een ziekenhuis en daar was een uh, schoonmaakster. Nou, je, je kan hm. ziekenhuizen, vaak hiërarchisch, Artsen staan op een voetstuk, kijken ook nog wel eens neer uh, ja, op, op de mensen die daar beneden werken. Nou, en een schoonmaakster sta je ongeveer onderaan op de rangorde, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Maar, maar desalniettemin, die betekenis die je geeft, wat zoveel waarde is. Zij begint te schrijven en ze zegt op een gegeven moment, ik creëer veiligheid. Ja. Ik, ik creëer gezondheid, ik red levens. Want, stel je nou maar eens voor als ik die gang niet goed schoonmaak. Infecties, Met de dus. infecties en ja. de bacteriën die hier rond. Ik creëer veiligheid zodat ja. mensen hier hun werk goed kunnen doen. Prachtig. Uh, ik, was in een, ik, ik had een boekhouder. Nou, dat is niet de meest inspirerende boek, Als ik kijk naar mezelf, weet huh? je wel. Oh, spreadsheets. Maar hij zei, nee. zei omgekeerd: Ik creëer zekerheid. Ja, hou vast. Ik, door het werk wat ik doe, zet ik de CEO in staat om risico's te nemen. En zonder risico's winnen we niks. En je hoort dus dat soort mensen die ogenschijnlijk. Ja, werk doen van de alleman, ineens betekenis geven dat je denkt van wauw, ik zou jouw baan niet willen hebben, maar het is zo vet inspirerend ja. om je te horen vertellen hierover. Mensen spreken op dat moment zichzelf groter. Mensen worden zich bewust van de betekenis die ze hebben. En je hebt gelijk hoor, ik denk dat, dat, dat zeker in Nederland met, met, met het hoofd niet boven het maaiveld en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En pragmatisch, realistisch. Uh, dat wij soms vergeten dat we er toe doen. En, dat we, en, en nog meer uh, dat we er mogen zijn. En het, 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 het is heel goed dat je dat zegt. Want ik denk dat ieder mens een verhaal heeft. Ik denk dat het ook heel mooi wordt op het moment dat je mensen naar elkaars verhalen laat luisteren. Zeker ook in organisaties. En dat de schoonmaker en de chirurg in dezelfde vertelsessie zitten en blijkt dat ze aan hetzelfde doel werken, yeah. namelijk het, 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 het genezen van mensen, uh, en dat ze ineens elkaar's, uh, elkaar's werelden die lijken dan helemaal niet meer parallel te zijn, maar die zijn het vaak wel. Yeah. Begrip krijgen voor elkaar begint met het kennen van elkaars context en elkaars gebeurtenissen en elkaars twijfels en uitdagingen. Zeker, zeker. Dus dat, uh, ja, dat is Mooi. dat is waar. Hey, de wow. Starts Now ja. is je laatste boek. Ja. Um, waarom me, zouden mensen, ja, ik, ik zou geen reden kunnen bedenken om mensen nu niet dat boek willen mm. kopen en gaan lezen. Mm. Uh, maar met alles wat we verteld hebben, wat mogen nog meer of wat kunnen we nog meer verwachten van uh, de Wow Starts Now? Ja, het is van van de boeken die ik gemaakt heb of geschreven heb over storytelling is dit het meest methodologische boek. Het leert je het helpt je om stap voor stap aan jouw verhaal te werken. Ik denk dat, dat ieder mens ideeën heeft. Um, en dat maar weinig in het gegeven is om dat gloedvol in de wereld te zetten. En dit boek helpt je om dat stap voor stap te doen. Om, 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 om stukje bij beetje te werken aan dat verhaal en het goed neer te zetten. Er staan veel goede voorbeelden in van start-ups. Uh, en grappig genoeg. Want ik bedoel, het boek is nu een jaar uit. Het is woensdag een jaar uit. Uh, het werkt ook als het gaat om persoonlijk leiderschap goed. Want ook een leider is vaak iemand met een goed idee. Ja. Uh, alleen hoe zet je dat in de wereld? Hoe krijg je dat naar je team? Hoe krijg je dat naar je mensen? Hoe krijg je dat naar je stakeholders? Hoe neem je aandeelhouders mee? Uh, dus dus het, is, het is mijn meest methodologische boek. Uh, het, ja, hoe moet, je dat, hoe moet je dat nou het leukste zeggen? Het, 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 het is ook het meest feestelijke boek, vind ik. Feestelijk? Ja, ik, ja, ik zie het, ik je gaan lachen ook. Een, ook. <laughs> ik vond het ook het, het meest feestelijke. Boek. Het is de Sgt. Peppers van, uh, van de boeken over storytelling, ja, vind ik. Ja. ik. En ik zie hier een lachende Theo tegenover mij. Ja. Mocht je nieuwsgierig zijn uh, geworden, dan uh, nogmaals... ik kan je zeker aanraden het boek uh, te kopen. Maar drie luisteraars mogen we blij maken. Want die kunnen een boek uh, winnen. En in de outro uh, ga ik je precies vertellen hoe uh, en wanneer... En dat bespreken we zo meteen wel even wat voor leuks we bedenken. Perfect. All right. Ja. Nog één onderwerp wat ik graag met jou wil aansnijden. Ja. Uh, en dat gaat over een boek wat je ook geschreven hebt: Het Plakboek van de Beatles-zusjes. Ja. Heel kort even de context van het boek of de waarom. Uh, en daarna uh, wil ik het nog kort met je hebben over het feit uh, dat je dat boek uiteindelijk getransformeerd hebt naar een voorstelling. Ja. Ja. ja, en daar, daar wil ik je nog zo meteen Leuk. een paar vragen over stellen. Ja, nee, dat is nou een heel persoonlijk uh, um, project geworden. Ik heb drie zussen. En die waren inderdaad uh, in de leeftijd... ze waren 13, 15 en 16 toen de Beatles in 64 groot waren. En die gingen in 2008 gingen die naar uh, het Beatle Museum in Alkmaar. Wij hebben in Nederland een van de grootste Beatle Musea ter wereld. Mooi museum trouwens. En daar gingen ze naartoe en uh, ze kregen die dag de grootste ruzie aller tijden. En sinds die tijd zijn ze eigenlijk nooit meer met z'n drieën op stap geweest. Oh jee. En een paar dagen nadat dat gebeurd was, vertelde mijn zus... mijn oudste zus vertelde dat aan mij over de telefoon, wat er gebeurd was. En vanaf dat moment hield dat... die gebeurtenis, die liet mij niet meer los. En ik wilde er een roman van maken. En ik wilde er... weet ik wat ik er allemaal mee wilde. Uh, totdat ik uiteindelijk, echt vijf jaar later... Uh, 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 wilde ik ook met vertellen aan de slag. Want ik ben, een, ik ben inderdaad een corporate storyteller. Nou, dat story, dat lukt wel. Maar hoe zat dat met dat tellen? Dus ik wilde met dat vertellen aan de slag. En ineens dacht ik van, wat ik moet doen... is ik moet van het plakboek van de, van, van de Beatles-zusjes... moet ik een vertelvoorstelling maken. Mm -hmm. En op dat moment wist ik ook ineens hoe ik het moest schrijven. Oh, dus, Namelijk gewoon dus, als een vertelling. Dus dat boek was er nog niet? Nee. Voor de conclusie, nee. we gaan het ook als vertelvoorstelling... Nee, de gebeurtenis opvoeren. was er... Ja. En ik heb er ik heb in duizenden manieren geprobeerd om hele mooie verhaallijnen. En heel diepgravend en existentieel. En dan weet ik veel hoe het allemaal zou worden. Uiteindelijk pas toen ik wist: van... weet je, ik wil het gewoon een keer op een podium gaan vertellen, dat verhaal van mijn zussen. En op dat moment wist ik hoe ik het moest schrijven. En toen had ik het ook echt in, nou ja, in, een, in, een, in een paar maanden geschreven. En wat, wat gebeurde er? Dus je dit inzicht kwam. En de je stem, wist hoe je de moest. de Dus vertelstem. De vertelstem wist ik ineens. Dat is, dat, dat is het mooie van, van dat project. Ineens wist ik van, ik ga het, ik ga het gewoon zo vertellen. Het, het gaat over een ik-persoon. Dat was ik zelf. En ik vertel over mijn zussen. Ja. En zo simpel moet In het, het van worden. Dat je een van die zusjes stond Ja, centraal, centraal roman, en perspectief. En, dan, dan, dan en, en wie is dan de conflict? En een precies, en, ja, dat. Ja, dat. Heel groot, moment van ommekeer. Ja, en inzicht. Ik heb gaan kiezen. Ja, dan krijg ik ook een ja, commentaar van mijn zusjes waarom heb je haar genomen? Ja, ja, uh, nee, dat, dat dat, dat. Nee, dus het, daarna was het, was, het, was, het, was het uitschrijven. Gelukkig uh, de, 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 een uitgever die, uh, ik bedoel, wat daar kwam: No Story, No Glory en Chase the Script kwamen daar al vandaan. Die zei: van, oh Leuk, lijkt me leuk als je dat. Dus toen had ik ook meteen een, dat het een een boekje zou worden. En toen ben, ik het, uh, toen ben ik het weer gaan bewerken voor een vertelvoorstelling. Uh, en is het uiteindelijk een, 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 ja, een pracht van een, van een vertelling geworden. Mooi. Maar de, maar de vorm is inderdaad, de, de, toen ik wist van het wordt een vertelvoorstelling, toen had ik pas eindelijk het verhaal te pakken. Hoe wist ik wat, ik ook wat het eruit Mooi kon... dat dat dus echt parallel ja, uh, ja. van elkaar uh, ontwikkelde. Ja. Hey, wat heb jij geleerd om... Want je, hey, je geeft uh, lezingen en je ja. staat om, soms ook wel uh, te, uh, op events te spreken. Ja. Uh, maar dat is een ander vak ja. dan wanneer je theater ingaat. Ja. En een, ik gok een anderhalf uur durende uh, vertelvoorstelling. Een 70 minuten, ja. ja. Nee, dat, dat klopt. Dat, dat, is, dat was heel anders. Wat heb je daarvan geleerd? Uh, wat heb nou... je ervaren? Nou, het eerste wat ik ervaren heb is dat ik... ik Doodsangst! Dat, nee. Dat, nee, maar dat ook. Nee, maar het, kijk, Het spreken, het spreken uh, uh, en het vertellen over storytelling... Doe, je meestal, doe ik meestal aan de hand van een uh, PowerPoint-presentatie... Een, een hele visuele PowerPoint-presentatie. Maar wel, ik heb een soort spoorboekje bij me... Ja. en ik loop door het verhaal heen... en ik heb vooral iets te leren aan mensen. Dus dan heb je een intentie van. Ik ga jullie even lekker vertellen. de wondere wereld van storytelling. En ik ga jullie helemaal gek maken met, met, met de kracht van verhalen. Prachtig. Bij de Beatles ging het om een hele andere intentie. En er was geen PowerPoint achter me. Nee. Ik, had, ik, heb, ik heb een pick-upje. Ik heb singeltjes. Ik heb een jukeleel. Uh, uh, en ik heb mezelf. En dat is het dan. Dat was, dat, ik voelde me vreselijk uh, uh, alleen. In, 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 met alleen een tekst die ik ook niet kende. Uh, Want ik ging. Niet die tekst uit mijn hoofd leren. Tegelijkertijd wil je wel dat verhaal vertellen. Dus je gaat wel die tekst uit je hoofd leren. Ja. Ik werd helemaal gek, want het was 70 minuten. En, en hoe ga ik dat in godsnaam doen? Nou, het geluk was dat uh, ik getrouwd ben met een regisseuse. Oké, okay. het was Huijbrechtse. En, uh, en ik ben nadat het verhaal geschreven was. En ik ook wel wist dat ik met die singeltjes aan de gang ging. En dat ik ook iets met die ukulele misschien wilde. Met haar het, het stuk gewoon in, in doorloop gaan, gaan, gaan doen. En zij heeft me keurig kunnen vertellen: van. Ah, dit is te lang, dit kan eruit, dit interesseert werkelijk niemand. Tot en met: van, uh, je staat dit te vertellen, maar ik zie het niet dat je het vertelt. Dus het gewoon zichtbaar doorleefd vertellen. Ja. Dat heb ik daar geleerd, heb ik ook echt geleerd. Het spelen met publiek, uh, het, 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 het erop vertrouwen dat het publiek bij je is als je aan het vertellen bent. Ja. Uh, en ervoor zorgen dat zij voor zich zien wat jij voor je ziet. Als je het vertelt. Dus gewoon alle wetten die ik altijd keurig in boeken had opgeschreven... moest ik nu uh, uh, in de praktijk brengen. En tot de verbeelding spreken. Ook echt tot de verbeelding spreken. Ja. En natuurlijk ook techniek. Ik wil stem... Uh, Timen, uh, hoe groter de zaal, hoe langzamer, hoe ja. kleiner. hoe groter de bewegingen, ja, een ja, stap naar precies, links, ja. zien de mensen achter ja. niet. Ja, dat. Maar dus het is heel mooi dat je dus eigenlijk die principes had je al beschreven, maar nu moest je gaan vertrouwen op die principes, ja. uh, want alleen vanuit die ontspanning ja. weten we nu gaat die verbinding ook ja, ontstaan precies, met het precies. publiek. Ja. Dus ik vind het moedig dat je die reis uh, bent, bent aangegaan. Ja. Saskia, je, Saskia je verhaal? Ja, Saskia. Je als je nu terugdenkt aan het proces... en je zou... wat voor tips of adviezen heb je van Saskia gekregen... waar je denkt, ah, dat was voor mij zo'n kwartje... dat ik dacht, ah, nu, nu helpt dit. Uh, nee, maar letterlijk... Dat, 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 dat geloof ik degene die dat staat te vertellen. En zij zei regelmatig van je staat nu iets te doen, het is allemaal hartstikke leuk, maar ik geloof je niet. Hmm. Dus de, de waarachtigheid, niet zozeer van het verhaal, maar de connectie die de, die de verteller maakt met wat hij vertelt. Dus is, is, dat, is dat geïnternaliseerd? Is dat, is dat. Klopt dat? Zegt hij wat hij... Ik bedoel, voelt hij wat hij zegt? En ja. zegt hij wat hij voelt? Uh, dat dat mooi, heb ik daar heel. Dat ja. heb ik echt geleerd daar. Dat, uh, en, en dat gebruik ik nu ook heel veel. En sterker nog, ik, ik, ik train ook heel veel met SAS. Uh, uh, waarin ik dan heel erg let op de inhoud van het verhaal. En zij gewoon let van geloof ik je of geloof ik je niet. Ja. Sta je gewoon een dingetje te doen. Ja. Sta je gewoon een, een, een dingetje af te draaien. Als sprekersregisseur, je zegt het en ik realiseer me Als sprekersregisseur is dit mijn grootste kompas. Ja. En dat is, het is heel bizar. Want ja. dan ik voel me af en toe een beetje charlatan. Mm -hmm. Want dan ja, ga je voorbereiden. Nee, laten we maar gaan doen. Ja. En mensen vinden het doodeng. Doen? Huh? Ja. Gaan we niet praten? Nee, joh. Gaan we staan? Gaan we ja. doen. Ja. En ik ga alleen maar voelen. En dat voelt voor mij ja. ook echt heel gek. Maar da vanuit, vanuit daar ja. gaan we vervolgens weer bouwen met elkaar. Gaan maar we de invulling geven. Maar het klopt. En het, het, sinds ik. Ik heb, die, ik heb de Beatles een keer op 25 gedaan. Uh, en ik heb hem laatst nog in Diemen gedaan in januari. Ehm... Um, en hij, dan heb je hem negen maanden niet gedaan. Nou, oké, okay, dus je moet A weer even door je tekst heen. En B ook weer even, oké, okay, hoe liep hij ook alweer? En, uh, en je wordt zelf gegrepen door, uh, op het moment dat je vertelt. En dan weet je, als je dat dan ook nog naar het publiek toe kan, dan hij is goed. hij goed. Dus, dus wat ik ook verder verknal, of, of stukjes die ik vergeet. Of, het maakt niet meer uit, want hij is nu, hij is weer gecentred. Hij, is weer, hij staat er weer. En dat, als je dat gevoel hebt. En, en dat gevoel moet je ook hebben als spreker. Gewoon op, een, op het meest saaie managementcongres. Als je voelt wat ik nu sta te vertellen. Dat is ten diepste waar het om gaat. Dan voelt die zaal dat ook. En, en, en dat is uiteindelijk, is het, is het, ja het is het verhaal. Ja het is de techniek van tot de verbeelding spreken. Maar het is ook de verteller die gecenterd en intentioneel staat te vertellen. En daar ben ik eigenlijk sinds de Beatles-zusjes achtergekomen dat dat stuk zo heel, zo heel erg belangrijk is. Ja. En, de, en, de, en, dan en dat vermogen het. kun je niet fijnzen. Nee. Dat is er dus. Ja, en, en mensen zien het in een kwart seconde. Je ziet het in 250 milliseconden of iemand in zijn verhaal zit of eroverheen aan het vertellen is. Ja. Of, of zijn sheets aan het oplezen is of wat dan ook. Ja, dat. Mooi. Dat. Mooi Theo, dankjewel. Heel graag gedaan. We gaan uh, langzaam naar de afronding. Maar niet voordat we de allerlaatste ontspotvragen uh, hebben gesteld. Ik weet niet of je het ooit al uh, hebt uh, gehoor, gehoord. Nee, nee, nee. Nou, dan wordt het een verrassing. Oké. Okay. Het um, zijn de laatste vragen. Die stel ik aan iedere spreker, iedere gast. Um, en uh, wie weet zijn er wel wat rode draden te ontdekken. Ja, mooi. Allereerste vraag is, wat is het boek wat je zelf het meest cadeau hebt gegeven? En voordat je een boek van jezelf gaat noemen. Ja. <laughs> Want dat heb ik, de dus schrijvers inderdaad. Het boek wat, wat je zelf enorm heeft geïnspireerd. Uh, Synchroniciteit van meneer Jaworski. Wauw. Ja, ja. Dat, dat gaat over, de, de, zeg maar de kunst van, het is een soort de kunst van het toeval, maar het, dat het dan nooit toeval is, Mooi. maar dat het zo moest zijn. Als jij iemand uh, een uh, item of een gewoon een product mag aanbevelen... zo niet duurder dan 100 euro... waarvan je zegt, dat heeft mij als schrijver of als spreker... ja, dat is echt wel te gek om dat, uh, dat te hebben. Wat voor product zou je dan aanraden? Uh, de, heel simpel. Dat begon bij een presenter. Dat, 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 toen ik een presenter... Ik heb ooit een spreker zien spreken. Die had zijn presentatie klaarstaan... Uh, gezet en die kwam binnen. En het enige wat hij deed. was een presenter in de, in de laptop stoppen. En daarna deed hij een verhaal van een uur. Daarna haalde hij dat ding er weer uit. en hij liep weg. Had niks bij zich, alleen die presenter. En ik vond dat een soort magie. Ja. Ik dacht van. dat was het eerste wat ik wil hebben. Als ik ik wil een presenter hebben, dan ben ik een spreker. Ik denk dat veel mensen hem inmiddels hebben. maar het, dat vond ik zo magisch. Dat, die, dat, dat was een soort. ja, de presenter. De presenter. De presenter. presenter. Alright. Uh, stel je voor, je mag een uitgangsbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Ja. Wat voor tekst zou jij op dat uitgangsbord plaatsen? Vertel je verhaal, verander de wereld. Mooi. Wie is uh, voor jou persoonlijk een inspiratiebron of voorbeeld? Hm. Mm. Ja, dat zijn we. De, 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 kiezen. Je mag, je mag hem ook uh, noemen als je wilt. Nee, dat, dat is gek genoeg, maar dat komt ook omdat Merlin hier hangt. Mm -hmm. uh, is dat uh, de zanger. Van de band waar ik ooit in gezeten heb, dat was Jos, die al lang dood is. Uh, maar dat is ook degene die mij uiteindelijk bij dat reclamebureau heeft gezet. Ah, ja. En ik heb van Jos heel veel geleerd. Ik heb, ik heb laatst een tekst geschreven, die gaan we ook uitgeven over de geschiedenis van de band. En uiteindelijk is dat gek genoeg een, een soort eerbetoon aan Jos geworden. Dus ik zou vandaag maar weer eens zeggen: Jos van de Pavert. Jos ja. van de Pavert? Ja, hij is genoemd en dat wordt daarmee op. niet vergeten. Precies. Uh, wat is een muziek-anthem wat je graag speelt voor of na het spreken? <laughs> ja, ja, dat, uh, dat oor oh, dat wisselt ook heel erg. Het kan soms zijn dat ik na dat ik gesproken heb... dat ik snoeihard de Smashing Pumpkins opzet. Oh, lekker. En het kan zomaar zijn dat uh, vlak voordat ik ga uh, spreken... Uh, ik iets van Philip Glass opzet. En het kan ook andersom. Het is, uh, Philip Glass en ja. de Smashing Pumpkins. Ja. Alright. Ook nog een nummer dan, als we de nummers zou moeten koppelen aan de artiesten. Uh, ja, bij de Smashing Pumpkins is dat zeker Zero. En bij Philip Glass is dat uh, een van zijn Glassworks. Dat dat is gewoon een pianostuk. Ja. En ik vergeet nu natuurlijk de Beatles, want ik, 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 maar die, gek genoeg luister ik die nooit vlak voor of vlak na het. Okay. Die zitten meer in mijn systeem. Maar net thuis. zoals jouw zusjes of zussen... ook jij bent besmet met het Beatles-virus. Zeer. 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 Ja, <laughs> maar dan ook heel erg. De allerlaatste vraag is de college-tour-vraag. Ja. En uh, dat is wat voor uh, advies of tip zou je een beginnend spreker geven? Wat zou een mooie eerste stap zijn? Ja, ga het podium op en ga spreken. Uh, uh, en, maar vooral vlak voordat je het podium opgaat, repeteer. Oefen, oefen, oefen. En het liefst met iemand erbij die jou nog kan helpen om je nog beter te laten zijn dan dat je nu al bent. Mooi. Theo, dankjewel voor het interview. Graag gedaan.